Boom! Boom! Daar zit hij. Ah. De pauze, de geestelijke leider van GameKings. Met een theetje. Je bent is, uh, ook je skate bent... skates, de rap pauze. Is die de rap pauze? Hij ja, is de rap pauze. Wat was dat dan? Ze noemde hij uh, zichzelf. Uh, Extinction, uh, de rap pauze. Was Extinction de rap pauze of skater rap Ik dacht pause. dat het skater uh, rap pauze was. Dat What zei sick? hij over zichzelf. Dat is een soort tekst van een Extins track. Live <laughs> heb je gewoon thee? Ik heb gewoon een kopje thee, man. Het is Denk je echt niet normaal. Ik zit al een beetje aan mijn koffietaks, want we nemen dit op, uh, einde van de dag. Drie kopjes koffie probeer ik op een dag te doen. Ja. Meer, of tenminste, ik zou zeggen, niet meer dan drie kopjes koffie probeer ik op een dag te doen. Lukt niet dat, dat ik moeite moet doen om drie kop koffie te drinken. Dat lukt dat luk wel. Maar uh, ja, meer dan dat eigenlijk niet. Ik heb een muts opgezet. Ja, voor deze een rielmuts. Een rielmuts. Sick. Ik wil eigenlijk namelijk... De rode Gamekings cap op en toen kwam ik erachter dat ik die vorig jaar al op had. En dat kan niet? Ja, kom op. Kan niet. Kan toch niet twee jaar hetzelfde? Terwijl we een zwarte cap hebben. Ja, dat is waar. Is super vet, maar dat vloekt natuurlijk als gek met een navyblauwe trui. Dus ja. dat, dat gaat niet gebeuren. Daar zijn ik en Karl Lagerfeld het mee eens. Ja, ja kan, ja, nee, -kan nee, je niet kan niks met zwart. Zwart en navyblauw gaat niet zo ja. Nice. Hoe, uh, hoe was dit jaar? ja uh, was gewoon was een jaartje hoor dit was wel een jaartje ja ja was uh, was een was een was een jaartje ik je min, minder poestig, minder boos gezien volgens mij ja maar omdat er ja ik, ik heb besloten om een beetje te lachen om Clown World uh, <laughs> dat minder boos over te worden Het was natuurlijk ook met die corona shit was heel veel om echt boos over te zijn ja. ik bedoel die QR codes was ik echt boos over weet je die Fucking Mongolen die die shit gebruikten. Ja, zijn. Maar dit jaar was er minder van dat soort. Geduiden. Ja, dat is natuurlijk dit jaar is dat een beetje weggegaan. En um, ik denk ook zelfs dat het een. Uh, uh, kijk, ieder zijn eigen mening. Ik sta gewoon aan het. Ik realiseer me ook dat ik behoorlijk aan het uiterste van het spectrum sta. Weet je, ik bedoel, uh, ik hoef. Ik wil niets te maken hebben met die prikken. Ik wil niets te maken hebben met QR-codes en. Corona-angst en bullshit en gewoon dat domme gelul van mensen die alleen maar nu.nl nalullen. Ik, ik wil er niks mee Maar ik realiseer me ook dat er gewoon heel veel mensen, ook kijkers van Gamekings, die zitten gewoon wat meer in het midden, weet je. Die hebben er misschien niet zo'n uitgesproken mening over. Sommigen zitten ook helemaal aan de andere kant en die vinden vaccinaties fantastisch. Daar heb ik ook best wel een soort van discussies mee gehad met sommige uh, uh, Gamekings-kijkers. Maar nu heb ik ook zoiets van, ja... Kijk, ik heb altijd gezegd: van ik ben gewoon heel groot voorstander van dat iedereen alle drugs mag gebruiken die hij wil. Weet je, ik ben heel erg voor drugsgebruik. Dat moet je zelf bepalen. Maar ik ga niet tegen jou zeggen: weet je, je moet. Jij moet nu paddo's slikken. Dat moet nu. Als jij niet, We doen het voor elkaar. Als jij niet die paddo's opvreet nu allemaal. Dan, uh, kijk, dat, dan, dan ga je te ver. Weet je? je moet niet andere mensen je shit opdringen. Dat moet je niet doen. Dus dat wil ik ook niet doen. Weet je? Ik vind dat mensen dat zelf Daar ben ik al wat relaxter over. En ik ben gewoon een beetje gaan lachen afgelopen jaar. Het is ook te grappig voor woorden. Weet je? Soort van, ja, ah, een... laten, we, laten we de energieprijzen heel duur maken. Om Poetin te straffen. Poetin lacht zich helemaal de pleuris. Omdat hij meer geld verdient dan ooit. En, uh, want ja, hij verkoopt olie en als die prijzen en gas, als die prijzen omhoog gaan. Ja, wij, kijk, wij kopen het toch wel, weet je. En dan komt het nu misschien via Saudi-Arabië, weet ik veel wat voor land, komt het hier binnen met een boot. Maar <laughs> het is gewoon allemaal hetzelfde. Weet je? Het is gewoon het is te belachelijk voor woorden. Mensen geloven die shit. Het is gewoon eigenlijk alleen maar funny. geloven wat gewoon dat wat er in de krant staat. Ja, precies. Maar de, 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 het was eerst inderdaad, was het een beetje hoogtijdagen van van je van ergernis. Maar zijn er niet dingen, nieuwe dingen voor in de plaats gekomen? Uh, nou, ik, ik bedoel. Politiek is politiek. Dat gaat altijd door en het is altijd krankzinnig. En dat was het in, uh, weet ik veel, 1975 was het krankzinnig. En het is nu nog steeds krankzinnig. Het is gewoon ander soort krankzinnigheid. En dat, uh, uh, dat is wat politiek is, weet je. Ik bedoel, er worden altijd een soort van problemen uh, gecreëerd. Dat is een ding. Hè? Politie kunnen niet problemen oplossen. Ze kunnen alleen problemen creëren die ze nodig hebben om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Dus politie zijn bezig om hun eigen problemen op te lossen. En dat is Politici politici. En ja. dat is vaak dat ze niet genoeg stemmen hebben, niet genoeg geld hebben, of een combinatie van die twee. En daarvoor creëren ze problemen. Omdat ze zeggen, kijk een noodsituatie, daarom moeten we weet je, wow, het, het wordt heel warm. Oh nee, wacht, het wordt heel koud. Oh, nee, toch heel warm. En de ja, ijsberen, al oh, meer ijsberen, oh fuck. Maar in ieder geval er is, een, er is een ramp en daarom moet je nu allemaal heel veel belasting gaan betalen op, op je energie en op al je fucking shit. En je vrijheid is ook weg. Maar, maar voor de ijsberen is het echt goed. En dat, uh, ja, dat soort shit heb je dan, weet je, dat krijg je dan. En maar toch niet elke dat... uh, politicus die, die, die zit daar voor zijn eigen aggie? Ja, natuurlijk, dat... ja. Uite uiteindelijk wel, ja. Ik Denk je niet dat er heel veel mensen daar zijn die, die zich echt een volksvertegenwoordiger voelen? Ze zullen zich dat zeker voelen, maar ik denk of ze daadwerkelijk iets toevoegen, dat durf ik te betwijfelen. Dat, uh, ik, heb dat, ik heb dat nooit gezien. En ik, ik bedoel, ik, ik heb dat van vrij dichtbij meegemaakt. Mijn vader zat in de gemeenteraad in Amsterdam in een, in een tijd waarin politiek nog. Een soort van dat waren activisten en die moesten dingen voor elkaar krijgen en ja die weet je ik ken gewoon heel veel verhalen van binnenuit en nu ook hoor vandaag de dag ook ik ken veel mensen die actief zijn binnen politieke partijen dus die verhalen hoor dat je denkt ja de Turing weet je deze mensen zijn allemaal zo ze zijn of dom of corrupt, of dom en corrupt. En dat, daar zijn niet heel veel uitzonderingen op. Of lui Misschien... of nee, lui, maar een soort van lekker ambtenaar, ja. lekker, gewoon lekker. Nou, lekker da, dan ga je dan ga je niet in de politiek. Dan ga je, oh, dan ga je gewoon. Ja, weet ja, ik veel, dan ga je, ga je gewoon voor de overheid werken. Dan ga je op het stadsdeelkantoor achter de balie zitten. Weet ja. ik veel. Dat, dat soort shit. Ja. Maar dus nu, nu zijn de, de politici zijn niet de, 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 de activisten. Nu ben jij het. Ik ben niet een activist. Ik vind nee. mezelf zelf dat niet. Nee, man. Ik, ben ik gewoon... denk dat mensen dat wel zo zien. Ja, nou, misschien, dus misschien vertegenwoordig ik, ik een bepaald stemgeluid. Ja, dat zou ja. wel kunnen. En ik denk dat mijn podcast Vivo Valentine podcast daar is, dat al, is daarin ook al uitgegroeid. Ja, want dat is, is dat vorig jaar begonnen of al het jaar daarvoor? Nee, zeker al het jaar daarvoor. Ik denk ja. eigenlijk al in 2020 zijn we dat begonnen. Ja, weet het niet helemaal meer zeker. Maar het was, dat, het was, het was natuurlijk in de aanloop van naar, naar, de, naar, 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 naar de verkiezingen toen, denk ik. Ja, het jaar, inderdaad, in 2020 hadden we verkiezingen. Ja, Toch? dus ik denk dat je toen bent begonnen. Ja, en toen was het misschien bijna een soort van PR-tool voor, uh, voor Robert en zijn partij toen. Nee, dat, wat het was, ik had de bitcoin show, dus ja. die, die, die bitcoin podcast. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat iedereen um, die ik daarmee bereikte, geïnteresseerd was om snel heel rijk te worden. En ik maar had gewoon zoiets En ik, ik vond dat ook voor koop best wel dom. Had ik echt zoiets van, ja, maar je, weet je, ik bedoel, wat de fuck? Weet je, je hebt hier een tool ik wil het is zo, weet je het is een beetje alsof je een soort van je krijgt een hamer en je kunt er een huis mee bouwen en je besluit dan zo'n zo kindertoeltje dat je die die staafjes naar beneden slaat en draait om en dan ga je dat weer de andere kant op slaan ja. Ja. alsof je dat ermee doet weet je ik wil bitcoin is een tool voor vrijheid het is vrijheid technologie, maar mensen weten niet wat vrijheid is weet je want die gaan gewoon die gaan gewoon QR Apps op hun telefoon installeren en dan heb ik gewoon zoiets van ja, maar als je dat doet, dan heb je Bitcoin niet nodig. Weet je, gaat dan gewoon de loterij je rijk wordt, weet ik veel, want je kans net zo groot dat je daar rijk mee wordt of arm mee wordt, whatever. Ja. En um, ja, toen dacht ik, van, Ja, ik moet een podcast over vrijheid maken. Mensen begrijpen niet wat dat is. En um, ja, ik denk eigenlijk dat dat tot op de dag van vandaag nog steeds zo is. Waar niet steeds dat meer voor. misschien. Ja, yes, ik denk dat er... Nee, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die begrijpen wat vrijheid is. Oh, maar dat je podcast er steeds meer over gaat. Ja, die, nee, die is er altijd over gaan. En dat... Uh, 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 en dat is... Maar het gaat nu meer de diepte in, toch? Het begint nu wat meer volgens mij diverser te worden in de content. Vroeger ging het heel erg over het begin, denk ik. Over hoe ik dat heb gezien. Uh, over de politiek en, en, en de standpunten wat daar langskomt. Omdat het toen heel erg dus om die verkiezingen ging. En nu ja. inderdaad is het veel meer de diepte ingegaan. Ik weet ook niet precies wat, wat, wat Robert er nog, nog bij doet en, en wat dan ook. Maar misschien is hij ietsje minder nu, omdat er geen verkiezingen zijn, bezig met mm -hmm. de partij. Dus zie je dat de, de, ja, hij, de, de kijk, onderwerpen... Robert is de lijsttrekker van een libertarische partij. Een libertarische ja. partij zal nooit, never, ooit niet in de Tweede Kamer komen. Omdat libertariërs stemmen niet, want ze houden niet van politiek. Ja. En een libertariër is niet... Dat is niet hetzelfde als liberaal, weet je. Veel Nederlanders kennen nee. dat woord van dat zijn VVD'ers. Libertariërs zijn mensen die willen het liefst een zo klein mogelijk... of zelfs helemaal geen overheid hebben. Want die geloven dat... Uh, uh, vrijheid van meningsuiting, een vrijheid van transactie, een vrijheid van informatieuitwisseling aan de basis moet staan van hoe de samenleving wordt ingericht. En als je die vrijheid hebt om dat zelf in te richten, heb je niet iemand nodig die van bovenaf zegt wat je wel en niet moet doen. En dat, um, dat is een heel andere manier van kijken naar het nieuws. En eigenlijk, die podcast was van we kijken naar wel alles wat er in de wereld gebeurt door die lens. En toen kwam corona langs. Ja, en dan, dan ging het eigenlijk voornamelijk twee jaar lang daardoor, daarover. Ja. En dat heeft als voordeel gehad dat. Uh, daardoor is het ook heel groot ge geworden. Het heeft als nadeel gehad dat het daardoor ook heel eenzijdig geworden is. Uh, want dat vind ik jammer, want het, vrijheid gaat niet over corona, uh, uh, vrijheid gaat erover uh, uh, over hoe je. Uh, aankijkt tegen bijvoorbeeld persoonlijke verantwoordelijkheid of hoe je aankijkt tegen, uh, uh, tegen vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van anderen en uh, hoe tolerant je bent tegenover uh, ten opzichte van andermans uh, mening of identiteit of weet ik veel wat en dat is dat is li uh, een libertariër. en zijn die juist wel of niet tolerant naar de mening van anderen die zijn heel tolerant de libertariërs ja? zijn extreem tolerant ja 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 je zelf, vind je ben je zelf een libertariër? ja, 100%, ja, ja Ik ben heel tolerant. Naar, wat ik zei, ik vind dat jij moet kunnen doen en laten ja. wat je wil. Als jij dingen doet waarvan ik zoiets heb van, sorry, kijk, jij hebt die prik genomen op een gegeven moment. helemaal, nadat nou, het helemaal weg was. Ik had iets van, waarom de fuck doe je dat? Doe, ja. doe dat nou niet. Um, maar ik respecteer dat, omdat ik vind dat jij met jouw lijf moet kunnen doen wat jij wil. Weet je, ik bedoel, het is ja, je... niet aan mij om daar iets over te zeggen of te proberen je daar. Je Nee, maar ik dat vind. vind Nee, maar omdat ik, ik. Ik ga wel tegen je zeggen dat ja. ik vind dat je dat niet moet doen. Ja. Maar, maar het is aan jou om dat te doen. Ik respecteer je mening 100%. Weet je? Ik vind je ja, daar niet minder mens om omdat je dat gedaan hebt. Nee, precies. Ik bedoel, het is alleen. Uh, ja, we verschillen daarover in vermening. Ja. ja. Verder niet. Ja, maar is, is tolerantie dan inderdaad, uh, het, het inderdaad het respecteren? Of is het. Soort van, het hoort daarbij dat je wel of geen gesprek of kritiek op iemand hebt? Nee, het is, het is uitgaande van het idee van ik zal tot de dood verdedigen uh, uh, wat jij zegt, ook al ben ik het niet met je eens, zoiets, weet je. Omdat je, uh, de, 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 ik parafraseer het, het gezegd is anders, wat is het, Een soort van, ook al ben ik het niet met je eens, ik zal tot de dood verdedigen, uh, jouw recht verdedigen om te zeggen, uh, om ja, dat te precies. zeggen, zoiets. En waarom? Want als je niet meer met elkaar praat, dan kun je alleen nog maar geweld toepassen. Dat is dan, dan ga je naar die vorm van communicatie toe. En dat zie je ook gebeuren, weet je. Op het moment dat de overheid niet meer luistert naar de bevolking, dan krijg je dus jellen uh, en krijg je ellende. Daarna de hele tijd, ja. Ja, nou ja, het bouwt op, natuurlijk. Maar, maar de, we zien nu een hele samenleving waarvan de ene helft van de samenleving niet meer wil praten met de andere. Omdat, weet ik veel, je wel of niet op Twitter zit. Of fan van Elon Musk bent of ja. Trump bent. Of what, weet nee, ik. Alles veel. is nu zwart. -wit. Alles is. Maar het, 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 en dat vind ik wel interessant, want dat komt heel dichtbij wat ik altijd al. Um, uh, uh, waar ik altijd al mee bezig was. Er is zo'n gezegde... En dat is dat op het moment dat geld politiek wordt, wordt alles politiek. En dat is gebeurd. Dus na 2008, weet je, dan hadden we de grote financiële crisis. Uh, wat ze toen gedaan hebben is dat ze geldprinters aan hebben gezet. En daardoor is. Um, hebben we inflatie, hebben we zware inflatie gekregen. En dat is heel lang niet zichtbaar geweest. Alleen in de huizenmarkt zag je dat bijvoorbeeld. En na COVID zag je dat het opeens, boom, overal terecht kwam. En toen we opeens afgelopen jaar, hadden we op een gegeven moment 14% inflatie. Fucking insane, weet je. En dat, um, uh, um, uh, daarmee zie je dat politiek geïntroduceerd wordt in eigenlijk, elk aspect van de samenleving en hoe die dingen samenhangen, het is extreem ge genuanceerd, maar geld is eigenlijk de basis van een samenleving. Weet je, geld is de tool die je gebruikt om met elkaar te communiceren. Als je niet direct iets hebt om te handelen, weet je, ik bedoel, als jij een ei wil en ik ben een kippenboer en jij bent een schoenmaker en ja. ik wil een paar schoenen, hey, fantastisch, dan kunnen we met elkaar ruilen. Maar als ik al een paar schoenen heb, maar jij wil nog wel een ei, weet je, hoe gaan we dat nou oplossen? Ja. Daar is geld voor. Uh, ja. uitgevonden. Um, maar dat werkt alleen als geld gewoon een vaste waarde is. Want anders weet je niet hoeveel geld dan zo'n ei in die schoenen en dat is allemaal heel ingewikkeld wordt dat. Dus nee, daarom is geld is gewoon één ding. Dat moet waardevast zijn. Maar wij leven in een samenleving waarin dat niet meer zo is. weet nee. je. Zo van oké, okay, je krijgt dat geld en nou, dan moet ik er wel wat mee doen. Want op de bank krijg ik negatieve rente en het, het wordt minder waard, 14% per jaar. Jezus, ik moet er iets mee. Weet je? En, dat, en je wordt zenuwachtig en je wordt opgefokt en, en ongelukkig, want je kunt misschien nu nog net wel de rekening betalen, maar straks niet meer. Weet je. En daar zie je gewoon die hele samenleving wordt gewoon opgefokt door dat ja. en het is gewoon geldcreatie is wat daar aan de basis ligt ja maar maar het is, ergens is het natuurlijk een soort van dingen veranderen dus in principe ook de de, de, de de wat geld is is met de tijd gewoon veranderd het is niet meer die, die gouden ducaten dat daar de vast is het is misschien gedevalueerd naar naar iets anders nou, het is nu niks. Het is nu papier. Het is. Ik bedoel jij met je schaarse tijd aan het inruilen voor uh, voor oneindig gecreëerd papier uit een uit een digitale geldprinter. Ja. Dat is dat ik bedoel dat is weet je. Ik bedoel je krijgt letterlijk monopoliegeld. Ja. En dat um, ja, dat is zuur. Uh, en we spelen allemaal die game en we snappen allemaal dat het een game is. En dat vind ik trouwens wel interessant, want ik heb wel echt het gevoel dat als gamer uh, ik daardoor een, 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 een ander perspectief heb ontwikkeld. Dus al heel vroeg. Nou, gewoon. Ik hield vroeger altijd van die God-games. Weet je, van, van simulatie-games, strategy, dat soort shit. En daarin leer je ook dat bepaalde dingen gewoon te creëren zijn. Weet je, en dat je ermee kunt spelen en dat er parameters zijn. En als je zo'n game veel speelt, op een gegeven moment heb je door. Van als ik dit doe, dan doe ik dat. En ik denk dat je dat, dat dat een soort analytische manier is van kijken naar naar dingen die je mee kunt nemen naar dagelijks leven ik bedoel ik ik zie soort van in de politiek en in het ons financieel systeem, zie ik ook gewoon een game. weet je. Het is gewoon een game. Ja. En mensen zijn hem aan het spelen. En sommige mensen zijn er heel goed in. En sommige mensen zijn er heel veel mensen zijn er heel slecht in. Sommige mensen spelen hem niet. <coughs> zo, en, dat kan ook, hè? Dat mensen zoiets hebben van ik wil eruit. Ik wil niet. Ik de uit. Ja, maar dan je, hebben ze hem. Ja, precies, laat hem inderdaad knoppen no. uit. Of nog nooit de ambitie of de, de, de interesse gehad om de game te gaan spelen. Of denken dat ze hem niet hoeven te spelen. Dat zie je ook veel. Dat. Inderdaad. ja. ja. Dat soort zo van fuck het, ik ga naar. Uh, uh, weet ik veel, Ik ga naar Zuidoost-Azië en ik ga gewoon rondtrekken met een brugzak. Ik ga bij het En dan komen ze achter dat ze op een gegeven moment toch vroeger of later ergens aanlopen tegen die realiteit van je moet die game spelen. Je bent nee. niet weg uit de game. Nee, het is, ook, het is niet alleen in Nederland ook, toch? Nee, het is overal het is wereldwijd. Ja, precies. Ja. Dus je kan er ook niet echt aan ontsnappen. Uh, nou ja. Uh, Moeilijk. Ja, of ik, de, de ik denk de, de grotere game is de game van het leven. Daar kun je niet aan ontsnappen, maar. Um, ik denk wel dat je anders in die game kunt gaan staan. Weet je. je kunt er wel. Je, kunt, je hoeft niet elke dag negen tot vijf bullshit te doen zonder erover na te denken. Nu.nl checken, studio sport checken en naar bed gaan. Weet je. Ik bedoel. Maar mensen zijn ja. ook gewoontedieren, denk ik. Ja, natuurlijk. Het is wel makkelijk. Ja. Ja. Nee, maar of of gewoon, ja, dit is gewoon. Ze, ze weten niet beter. Dus de, er is misschien ook niet veel anders. Um, dus ik denk, denk niet dat meer. Er is heel veel anders. het is ontzettend ja, maar is, veel meer. Maar... maar als je gewoon inderdaad nu.nl kijkt en, 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 je, en je, je weet ik veel, je, je films kijkt en wat dan ook. Dat voor heel veel mensen is dat denk ik het leven. En dat is ook niet meer per se erg, toch? Nou ja, ik denk dat als je als dat bij je past als dat het is dat is prima weet je als je gelukkig bent daar heel veel mensen zullen er niet eens over nadenken ik denk dat dat het is heel veel mensen zijn niet gelukkig ik bedoel we hebben in nederland volgens mij het hoogste percentage uh, antidepressiva gebruik van, van, van west-europa ja het is echt fucking hoog en um, ik denk gewoon dat heel veel mensen heel ongelukkig zijn en dat uh, uh, zich niet realiseren waarom dat is en dat je hebt ook zo'n uh, um, dat is ook zo'n zo'n ding van als je uh, bij gebrek aan zingeving gaan mensen gaan plezier opzoeken of die gaan het met platform maken, gaan ze een beetje proberen dat, dat ja. die, die onrust te stillen. En ik denk dat is wat je heel veel ziet. En ik vind dat ook een probleem met games. Dat ik, ik vind veel games gewoon plat. En uh, er is niks mis met platform maken. Dat is echt oké. Okay, maar <coughs> je moet het wel zien voor wat het is. Het is geen zingeving, weet je. Ik bedoel, de, um, er is meer in het leven dan uh, um, weet ik veel goed, goeie tijd, slechte Ja, inderdaad dat. <laughs> wat is dan uh, is, is je doel? Uh, uh, ja, het, weet je, het praten over vrijheid, maar wat, is je doel veranderd met via Valentine? <laughs> uh, nee, dat denk ik niet echt. Um, het was misschien in het begin een beetje toegespitst op dat de uh, LP, de partij ja. van Robert, politieke partij de LP. Dat dat. Um, uh, ja, en ze van... gewoon beginselen aandragen. of laten zien: van dit is waar we als partij voor staan. Ja, of, maar ja, je hebt gewoon absurd. een beetje de, de tegenstrijdigheid. dat ik vind: politiek uh, uh, het probleem. Ik denk niet dat er zoiets bestaat als een politieke oplossing. omdat je alleen maar politieke problemen hebt. Ik denk dat de oplossing van. altijd van buiten de politiek komt. voor elk probleem komt de oplossing van buiten de politiek. Ja. Uh, maar op het moment dat alles politiek wordt, wordt dat steeds lastiger. Dus dat zie je met Poetin, weet je dat gewoon de meest grote randmongholer opeens een mening vormen over een politieke situatie in Oost-Europa die honderden jaren oud is, die extreem genuanceerd is, en dat je daar dan gaat zeggen van ja nee maar het is let op, het is zo zwart-wit, het is namelijk dit en dat en dit, dat is de slechte rik en dat is de goede rik. dat ik denk van nee man je, je ja ik snap, nou, ik, het is leuk om in sprookjes te geloven, maar je kan je gaat ook niet weet ik veel Lord of the Rings kijken en geloven dat uh, elfen echt zijn en dat soort shit weet je ik nee is dus niet veel mensen maar er zijn hebben. zeker mensen die dat doen dat weet ik 100% zeker dat, uh, nou. nou ja maar die ja precies maar die hebben hun, 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 hun eigen fantasie dan echt geadopteerd of zo uh. ja, ik denk gewoon dat mensen ook dat ja dat een beetje ik denk dat mensen altijd een beetje een soort abstractie van de werkelijkheid gaan opzoeken om dingen te begrijpen en dat uh, ja ik weet het niet dat je het is lastig. Ik bedoel, er is altijd wel iemand die er nog uh, genuanceerder naar kijkt. En het, wat voor mij altijd een ding was: ik, ik realiseer me dat je nuance nodig hebt om dingen te begrijpen. Maar in de media werkt nuance niet. Nee. Dus uh, uh, en, ik bedoel, dat, dat, dat heb ik heel vroeg al geleerd. En daar ben ik heel erg van. Ik vind gewoon als iemand je een vraag stelt, dan moet je een hard antwoord geven. Als het in media gaat, kijk, als, als wij in de kroeg zitten en er is een uh, uh, probleem wat heel fundamenteel is, dan is er een heel genuanceerd gesprek. Omdat je hem op... drie uur kan voeren. Bij wij spreken, maar als jij een soort van twee minuten uh, of een podcast tegenwoordig van een uur of weet ik van wat, is ook niet ja. veel. Maar dat betekent dat je gewoon ongenuanceerd gaat zijn. En om heel te zijn, het werkt ook uh, uh, veel mensen. Uh, hebben een hekel aan, en me. veel mensen houden van me. Dus dat krijg je ook. Je krijgt ook dat mensen een ongenuanceerd beeld van mij gaan krijgen. Ja. En dat vind ik ook niet erg, weet je? Dat uh, ik snap dat dat is, dat hoort erbij. Ja, precies. En dat, dat heb je met dat heb je natuurlijk met met GameKings in de begindagen was dat al zo. Exact hetzelfde. Toch? Maar ja. dat vind ik zo grappig hè. Ik ha ik weet niet meer met wie ik het er laatst over had. Met Steven had ik het daarover. En het ging het ging ook over zo'n zo'n politiek ding, weet je? En uh, uh, weet ik van over prikken of over uh, klimaat, weet ik, allemaal dat soort shit. En um, hij zei van, ja, je bent zo uitgesproken. En ik weet heel goed van, er is wat de grens, wat, wat vriendschappen, uh, waarbij uh, heel veel gasten heel erg aan dat pro-overheidsding uh, vastzitten. Nou, weet je, wij hebben ook wel eens dat soort gesprekken gehad. En, um, en toen zei ik tegen hem van, nou, doet. Als je het hebt over de ongenuanceerdheid ervan, dat is niet anders dan de flapperende flapperjas. Weet je, dat is niet anders dan uh, uh, ik weet dat ik een keertje een review heb gedaan met Steven van een game die heette Billy Hatcher. En toen ja. zaten we in Korea. Ja. hadden we echt een kater. Dat was niet normaal. En toen was ik Steven was ik echt aan het trollen. En ik zei nog van. Want hij vond die game tof. En ik zei, en hij was toen een keertje, ik weet niet jeugdkampioensgroepen een een ja. van ja, ja. Noord-Hollands kampioen Karate. Toen hij twaalf was of zo weet ja. ik wel. En, uh, en ik zei van jij grote gespierde guy, Noord-Hollands kampioen karate, je vindt het, stomme eiermannetje, tof, hoe kan dat nou, weet je. En, ja. Maar als je het zo ongenuanceerd brengt, het is ook grappig, weet ja. je. En dat is altijd, bij Gamekings, is dat altijd de formule geweest. Zo van, jij en ik gaan een review doen, wacht even, wat denk je, oh, je vindt het tof, oh, oké, okay, ja, ja, weet je, het is bah, een bom, ja, dan gaan we hakken. Ja. En dat is gewoon leuk, weet je, dat is leuk om naar te kijken. Totdat het politiek wordt. Nou, dat en dan is het best niet meer leuk. Ja. En ik heb echt zoiets van: hoe is de best niet meer leuk? Weet je, ik bedoel, waarom is serieus? dat anders? Serieus, waarom is het serieus? Dit is toch niet anders? Nee, ik bedoel, dat is toch. Hoe is dat anders? Het is niet anders. Nee, qua media maken niet, maar qua onderwerp, het onderwerp is, is lichtgevoeliger of, of uh, voelt. Uh, uh, serieus. Dude, toen ik op de lagere school zat, was de keuze voor een Amiga of een Atari ST. Dat was een. Dat was. Ik bedoel. Word. Als je het nu hebt over gender. Uh, uh, weet ik veel. Gender shit. Gasten die 36 seconden genders zijn. Dit was echt serieus shit. Als jij. Ik had een Amiga en als jij een Atari had. Nee, dan. Dat was het. Dat was echt serieuze shit. En dat ik nu zoiets heb van. Nu ik kan ik helemaal lachen om die shit. Maar ik vind het wel grappig om hard over te zijn. Ongenuanceerd over te zijn. Omdat het. Het is fucking te debiel voor woorden. Dus als jij. Weet ik veel. Jij koopt een Tesla. En ik heb echt een bloedhekel aan die shit. Ik heb echt zoiets van. Die. <laughs> Dit ja. hele verhaal. Ik wil. Ik, ik, ik lach me helemaal rot als mensen. Uh, uh, weet ik veel. Ze mochten ze niet meer rijden in die dingen. Omdat de ja, energie schaars was of zo. Oh. Was, was oh. iets dat van. Fuck ik de met je domme kutte auto. Ja. En dan weet ik zeker, dan kijken nu mensen, wat? Mijn Tesla, hoe kun je zeggen dat het een domme kutte auto is? En allemaal gasten die rijden BMW's en Golfjes en die hebben zoiets van, ja, Boris, die snapt het, weet je. Ja. Die shit is nooit veranderd. Het is altijd dat alleen op een gegeven moment, omdat het ging over die emotie, het ging over angst voornamelijk. Ja. En die emotie, dat is de sterkste emotie er is. En omdat mensen zo emotioneel geïnvesteerd waren in een bepaalde kant van dat verhaal, krijg je opeens die, uh, uh, nou, maar nu vind ik het niet leuk. Meer. Nee, maar wat jij zegt. Nee, maar nu ga je het over de oorlog hebben. Nee, maar jij jij mag niks over joden zeggen. Weet je? En dat ik echt, <laughs> Ik weet het niet. Het is alleen het is alleen maar grappiger, weet je? Maar uh, Ja, maar vind je dat? Je vindt vindt is het maar is dat een spelletje dan? Ja, omdat ik het is een het is het hey, al die shit is een game. Dat is het allemaal. Weet je? En ik kan me nog goed herinneren toen die avond Maar weet je niet dan dat je mensen misschien letterlijk van dat dat, dat sommige mensen zeggen dat was van ja, maar sorry, nu neem je me niet serieus. Kanker op. Dus Natuurlijk neem ik het niet het serieus. Het is respectvol toch maar... om, om mensen serieus uh, te nemen. Maar het is niet serieus. Weet je? Het is gewoon... Ik bedoel... Als jij niet kunt inzien... Dat het, dat het allemaal, allemaal... Te krankzinnig is voor woorden. Alles. Het hele ding. Ja. Dat er iemand... Honderd miljarden aan het verdienen is, of iemand weet je, een bepaalde groep mensen honderden miljarden waarschijnlijk aan het verdienen. Ja. Die lachen zich helemaal groen en geel ja. terwijl wij ruzie aan het maken zijn over uh, uh, of de qr is wel of niet hetzelfde is als een gele sterpje, jas. Ja. weet je, denk je dat het die gasten ene donder kan schelen? Nee, wat niet. <laughs> natuurlijk nee. niet, weet je, nee. dus je kan niets anders doen dan erom lachen, weet je. En je kan niet En ik denk, ik vind het eerlijk gezegd, van als wij. Uh, 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 een discussie hebben over een videogame. En ik zeg van, nou sorry, als je die game gaat, is hetzelfde als dat je een geile ster op je jas hebt. Ja. Weet je? Oh, politiek correct, mag niet, mag niet. En ik heb gewoon zoiets van, ja, maar het is wel leuke content. Ja. Weet je? En ik vind in die politiek correcte tijdperk heb ik alleen maar... Ik, ja, je ik, wordt er recalcitrant, recalcitrant, van. Het is verstikkend. Je wordt er recalcitrant van. Ik wel. Ja. Want het is echt verstikkend. En dat, uh, ja... Ik... Maar, maar bedoelde Steve dan niet van... Je bent zo uh, uitgesproken of wat er dan ook, ongenuanceerd in. Hij bedoelde misschien niet per se ook in, in, in media, want dat, dat heb je altijd gedaan over Billy We Hij die niet ook gewoon in, nu, in persoonlijke in Nee, het ging met gesprekken. name over die, uh, uh, over die joden shit. Dus ik heb op een gegeven ja, moment... Ja, op social een, media. Of ik heb een keertje op Instagram heb ik gepost en toen kreeg ik die avondklok. En toen, weet ik veel, het werd zomertijd of wintertijd, weet ik het. En toen uh, uh, had ik zo'n meme gepost van niet vergeet je klok terug te zetten naar 1940. Zoiets, weet ja, je. Precies, ja, precies. En... Nou goed, dan, dan zijn mensen gewoon heel erg op een pik getrapt. Want je mag die vergelijking met de oorlog niet maken. Nee. En ik heb gewoon zoiets van. Juist man, juist, als het je aan het nadenken zet, prima, weet je. Ik bedoel, dat is ook zo'n ding. Mensen denken dat in de Tweede Wereldoorlog, dat soort van. Boem, Hitler was. Hij was de bad guy. En hop, alle joden naar het concentratiekamp. Nee, man, dit was een, dit was een, dit was een uh, breed gedragen beweging. die een reactie was op iets wat er vooraf ging. En het, wat eraan vooraf ging, was een economische crisis. En dat. De, de, het, het gevaar is dat we nu in een economische crisis terechtkomen, waarop weer een hele breed gedragen beweging aan het ontstaan is. Waarbij collectivisme een, een, een dominante rol speelt, waarbij uh, critici de mond. wanneer je geen grappen meer, waarover je geen grappen mag maken. En dat, uh, dat is gevaarlijk. En daarom moet je het juist doen, denk ik. En behalve dat mensen misschien niet meer zo poestig zijn. Juist de, wat, wat er dan dat. Die beweging, die breed gedragen, of die breed gedragen uh, uh, opinie, die gaan, niet, die gaan juist niet over geweld. Dus misschien is het ergens niet zo eng. Nee, het gaat, maar dat gaat het wel. Het ging om collectivisme. Dus kijk, de, de reden waarom. Uh, er zijn een aantal redenen waarom Joden de schuld kregen in de Tweede Wereldoorlog, Want zij werden echt uitgesingeld. Zo van, Dit zijn de, uh, de, de geldwisselaars uh, die gebruiken. Want het ging om de hyperinflatie en wij, maar Duitsland. Dat is waar het allemaal mis is gegaan. Maar we hadden ook uh, natuurlijk uh, de, de, de gays, uh, uh, de gypsies. Uh, maar moet. dat was niet politiek. Dus dat. dat weet je, de reden dat was, was dus natuurlijk om de politieke tegenstanders. Ook, die gingen ook allemaal die kampen in. Weet je, die, gingen, die verdwenen ook allemaal van het toneel. Uh, alleen uh, dat is makkelijk als je die hele infrastructuur al hebt staan. Weet je, en je zegt van ja, maar we zijn nu aan het afrekenen met dit, met dit volk wat erop uit is om onze westerse beschaving, weet ik wel wat voor soort labels erop hadden geplakt. Maar wat was er aan de hand? Ik bedoel, Duitsland moest uh, 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 herstelbetalingen doen na de Eerste Wereldoorlog. Dat moesten ze doen in uh, buitenlandse valuta. In Britse ponden en in uh, Frans Franks. Zelf deden ze het. Ze maar ze moesten ook 25% van hun uh, uh, inkomsten afstaan. En ze hebben geloof ik een gedeelte van het droegebied. Dus ze hadden geen geld meer. Dus deden ze, 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 ze zetten de geldpers aan. En daarmee werden we die schuldbetalingen gedaan. Nou, dat, dat werkt totdat het niet meer werkt. Dan heb je hyperinflatie. Ja. En uh, dat land valt letterlijk in tweeën. Net zo gepolariseerd als wij in de coronatijd hebben gehad. Waarbij je aan de ene kant heb je de, uh, de adel van toen, dat waren een soort van de landverraders, want die hadden dat verdrag van Versailles gesloten. En aan de andere kant had je de bolsjewieken, die kwamen uit, uh, dat werd gezien als groot gevaar, die kwamen uit, uh, um, uh, uit Rusland. Tenminste, die, daar had je dan de culturele revolutie gehad. En die... Um, uh, uh, en die, de, de gewone Duitsers had zoiets van... Jezus, we hebben de landverraders en de Bolsheviken. En de Bolsheviken waren mensen op straat aan het doodschieten. je werd aanslagen aan het plegen. Dat werd als heel extreem gezien. De, ja. en, laten we maar voor het redelijke midden gaan. Ja. En dat waren de national-socialisten. Dat ja. was de partij van Hitler. En die had zich gewoon gepresenteerd als het redelijke midden. En die gingen weer aan, uh, die ging het land weer opbouwen. En wat bleek, het had een, ze had een ander uh, ja, beeld agenda. voor ogen. Maar ja, toen was het te laat, weet je. Ik bedoel, die Hitler is gewoon democratisch aan de macht gekomen. Ja. En dat is het pijnlijke aan democratie, weet je. En daarom moet je altijd, alles wat er gebeurt, uh, moet je in twijfel kunnen trekken. Je moet overal vragen bijstellen. En als iemand zegt van, dit mag je niet zeggen... Sorry, weet je? Ja. ik mag alles zeggen. Ik dwing je niet om het er maar eens te zijn, maar ik mag alles zeggen. Ja. En iedereen mag alles zeggen, weet je. En ik vind dat een van de allerbelangrijkste dingen. Want als we dat niet meer kunnen doen, dan bestaat vrijheid niet meer. Nee, maar, maar, maar dus dat is, um, om nog even terug te komen op wat Steven zei. Heb je dat dan niet ook, dat je dat meer doet in persoonlijke gesprekken? in plaats van weet je op social media en in de media is dat inderdaad misschien wat anders, want nuance is niet is niet is saai niet. op social media ja. werkt het ook niet. Nee, nee precies. Nou, dat is gewoon saai, weet je. En dan krijg ja. je gewoon wat iedereen post. Weet je, de foto van van zijn moeder en weet je, ik ja. heb op het ijs gestaan en dat soort. Ja, weet je ja. we nou wel. Ja, ja, maar maar dingen als in ja, gewoon is dat niet is dat niet ook zo geworden in meer in persoonlijke situaties. Is dat is nee, dat niet Nee, man, wat je ik heb ik heb. Uh, uh, um... Want we, we Kijk, ook... in persoonlijk gesprek is het altijd genuanceerd, zoals wij nu praten hierover, alleen via, via is het dat nooit nee, want je ligt het ene eruit, of tuurlijk ja, ja. en dat dus uh, uh, nee, ik ben zeker mensen kwijtgeraakt die zoiets hadden. Van nee, hey, Boris, je bent allemaal gek geworden, weet je. Ik bedoel, uh, uh, ja, omdat ze niet een uur lang op die manier, op deze manier hebben, hebben gepraat, uh, maar ook omdat zeg. ze daar helemaal geen zin in hebben, omdat ze gewoon geloven in het. Uh, uh, in het narratief, in het officiële narratief van de overheid. En weet je, whatever, doe dat. Vooral, ik weet dat uh, de vrienden die ik heb, uh, daarbij zijn we het uh, hoe noem je dat eroverheen gestapt. Weet je, en dat Precies. is vaak. Uh, uh, maar dat niet, is ding. Heb je, zet het je nog, van, inderdaad, heb je nog. <laughs> heb je nog, maar het klinkt heel overdreven. Over. <laughs> heb, nou, heb je nog vrienden die, die die inderdaad er heel anders in staan? Niet heel anders, wel anders. En wat je gewoon nu ziet is dat laten we eerlijk zijn niemand hoeft die fucking booster meer weet je dat is echt wel klaar dus die corona corona is niet meer de aanleiding om van mening te verschillen iedereen is wel nee, dezelfde kant op aan het gaan ja en um, ik denk dat de andere als je het hebt over Oekraïne of als je het hebt over klimaat of als je het hebt over ik denk dat die dingen allemaal niet zo heel gevoelig liggen weet je dat is gewoon alsnog wat kleiner misschien ja maar ook meer om grappen over te maken kijk het was die, die die QR-code-shit, voor mij, dat ging... Ik bedoel, daar werden onze grondwetten geschaten. Ik bedoel, je, uh, 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 we hebben letterlijk mensen opgepakt zien worden in Nederland. Omdat ze bepaalde dingen zeiden. Uh, we hebben... Is dat zo? Ja, ja, ja. Die Willem Engel. En er zijn er, zijn er twee of drie geweest in Nederland. Misschien wel meer zelfs, ik weet het niet. En... Um, dan heb ik ook zoiets van ja, je kunt het eens zijn met die guy of niet eens zijn. Maar iemand oppakken om zijn mening. Ik weet niet. En dan zegt ze van ja, het was opruiming. Ja, ja. alles is opruiming. flikker erop, dat is ja. gewoon het is niet opruiming. Je besluit zelf of je de straat op gaat om ergens met stenen te gaan gooien. Dat is persoonlijke verantwoordelijkheid, niks met Willem Engel te maken. Uh, maar, nee maar ja, ik weet niet. En, er zijn wel meer. Ik bedoel, het feit dat jij na acht uur niet meer naar buiten mocht. Ja. Fucking insane! Was okay. ook insane. Ik denk dat dat bijna dat bijna iedereen dat in zijn vond. Ja, maar dat, ze doen het wel. Ze houden zich er ook nog aan, weet je. Maar mondkapjes, ja. exact hetzelfde. Ik bedoel onderzoek naar onderzoek naar onderzoek dat die bullshit niet werkt. Sterker nog. De, uh, 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 het tegenovergestelde is waar. Dus je mensen krijgen, omdat ze die dingen niet vervangen en weet ik veel wat. Dus je krijgt een soort van. Je krijgt gewoon infecties luchtweg- en longinfecties van die van smerige mondkapjes. Maar volgens mij zijn er ook heel veel onderzoeken die zeggen dat het wel werkt. Nee. Ja, natuurlijk wel. Er nee. ja, ja, zijn mensen net zo. Uh, 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 maar het is, het is heel simpel. Het, uh, um, uh, het gat van, van zo'n mondkapje is uh, wat was het 0,8 micron groot. Het virusdeeltje is 0,2. Ja. Het gaat er gewoon doorheen. Ik bedoel, er is er valt niet zo heel veel te onderzoeken. Het, nee, het werkt is er niet. één, een, maar misschien van alle. Ja, als je de drie opzet, dat dat soort argumenten krijg je dan. En ja, dan, dan je moet je twee opzet of drie. Of nee, oh, dat zou ook. Dat, dat ja, weet ik niet. Maar je moet weer van. Dat erbij opzetten. En, het, en, het gat. Maar niet alles gaat midden door het gat. Het kan ook te, tegen de, hè, tegen de draad aankomen. Nee, weet ik. Ik ben ook maar wel iets aan het verzinnen. 20 <laughs> dus het, het, cm. Echt het, echt het dat je zo vier steltje met dat je zo, zo verrijpen. Ja, precies. Ja, precies. Precies tegen de tegen de paal aan. weet je. Dat is. Dat zal vast gebeuren. Ja, nee, maar, maar de mensen, er zijn net zoveel mensen aan de andere kant van het spectrum. die, al, die zeggen van. Maar er zijn onderzoek naar onderzoek naar onderzoek. die laten zien dat het werkt. Nou, die mensen moeten hun bek aan. Nee, <laughs> serieus. Nee, nee maar, ik bedoel, maar dat is toch het hele ding. Van je, je, je discussieert met elkaar. Ja, maar doordat dat niet meer kon. kreeg je dus iedereen die, die aan wilde tonen dat die shit niet werkt. die werd van het toneel gezwiept. Ja. En iedereen die zei van nee, hey, het werkt wel, want je moet toch wat. Uh, die, werd, uh, uh, die, die kreeg een voorpagina in de Volksland. En ja. dan denk ik gewoon van ja, flikker op. Weet je, dat is gewoon bizar. Volgens mij hebben we het vorig jaar gehad over of je uh, dacht dat we het nog een jaar zouden krijgen. Volgens mij was je er toen bang voor dat dat inderdaad nog een jaar je zou zijn. Ze waren zeker bang voor dat het er nog. Ik ben blij dat het nu weg is, al denk ik. Uh, dat er vast wel weer wat anders... Ik wil wel eens hebben naar die central bank digital currency en dat soort shit. Uh, er is gewoon. Ja, maar bepaald... covid, covid niet meer, toch? Nee, dan dat... denk ik dat dat wel klaar is. Ja, ja dat hoop ik wel in ieder geval. Ik kan ik me niet zeggen. voorstellen dat. Ik wil, ik neem aan dat mensen nog steeds de griep krijgen. Ik zie geen paniek. Ook wel meer. covid. Ook oh, covid. Ja, precies. Maar er is geen paniek meer om die covid of om de griep of of wat dan ook. En ik moet je ook zeggen, ik, ik, denk dat ik het drie keer heb gehad in totaal. Ik, ik weet van één keer, één keer. Ben ik positief getest. Eén keer kon je nog niet testen. Ik heb het gelijk ja. gehad. Ja, <laughs> echt. Ik ook. Ja. Instantly denk waarschijnlijk. Ja. ja, maar goed, je weet, in die nee. tijd kon je dat niet weten, maar ik had alle symptomen. Ja. En um, uh, ik heb het nog een keertje gehad, denk ik, later. En toen uh, uh, was ik zelf, ik had het niet meer getest, maar mensen in mijn omgeving waren allemaal positief. En Precies. ik had echt zoiets van ja, flik op op die shirt. Ik ben toen ja. niet eens meer ziek geworden. En dat. Uh, um, ja, het zal wel. En ik denk dat veel mensen dat hebben, dat ze op een ja. gegeven moment niet eens meer ziek worden. Nee, maar daarom. En, dan, en, dat, en dan, dan is het ook, maar dat is natuurlijk ook wel een ding: dan is het gevaar, gevaar geweken voor veel mensen. Dan, denken ze van, oh, dan hebben ze zoiets van: we maar hebben dit. Dat zie je nu toch ook. Van, het zal er nog wel zijn, maar ja. niemand gaat er meer voor naar het ziekenhuis. Ja, wat grappig is, is dat jij er inderdaad soort van zegt, van maar dan. De, de, de gelijk naar het naar het naar het volgende het volgende ramp nou, Amerika, ja, ja, ja. de de sens waarbij ik nee maar dat kijk soorten. naar klimaat man kijk wat ze doen ik ik ik, ik wil iets ja, maar voor heel veel mensen is natuurlijk was covid een 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 losstaand ja, ja. heel en en die die dus en nu dat weg is niet iedereen gaat dan op zoek naar de volgende boeman. Natuurlijk. Want voor heel veel mensen was het gewoon, was COVID gewoon een, een, een hele rare happening. Ja. En zijn ze voor de rest nooit bezig met wat er nog meer gebeurt in de ja, wereld. Ik begrijp dat wel, maar ik heb toch aan de ene kant zoiets raars van. Kijk, als je, als je terugkijkt op die coronaperiode, zijn er een aantal dingen gebeurd die echt heel raar waren. Met name die uh, um, schending van die grondrechten. Dat is... Dat is waarom je grondrechten hebt, zodat yeah. dat niet kan. Yeah. En nu hebben ze notabene een fucking permanente coronavet, of weet ik hoe ze die ellende heet, hebben ze ingevoerd. Zodat yeah. het, ze ten alle tijden die shit uit Zou de kast iets kunnen, kunnen doen. Yeah. Het is echt bizar. Yeah. Maar goed, mensen hebben ze iets van: oké, okay, oké, okay, het zal wel. Nou goed, oké, het zal wel. Maar ik denk dat het de moeite waard is om uit te zoomen en te gewoon te kijken van wat is nou eigenlijk het over. Wat is er nou op een. Op een uh, als je uitzoomt. Op een wat groter plaatje aan de hand. En dat is, dat is waar ik het veel over heb. In, uh, dat was al zo met de bitcoin show, nog ver voor corona. En dat is ook in Vivo Valentine, dat is nooit veranderd. Uh, en waar het namelijk om gaat, waar het hele ding om te doen is, is dat ons hele, onze hele westerse wereld, ons hele financiële systeem, is failliet. Echt failliet. We kunnen geen kant meer op. We produceren niks meer. Uh, uh, we hebben schulden die niet meer afbetaald kunnen worden uh, door uh, de bevolking op aarde. Um, we zitten vast. We zitten echt helemaal vast. Ja. En, um, maar is daar iets aan te doen? Nou, natuurlijk is er wat aan te doen. Maar de, uh, het probleem is dat dat is een besef wat collectief gedragen moet worden, uh, zodat mensen kunnen afwegen wat voor soort oplossingen ze willen hebben. Uh, en nu wordt de oplossing verzonnen door ja. uh, uh, niet gekozen figuren die uit, het bank, die uit de bankwereld komen. Uh, en die hebben een oplossing bedacht. En dat is gewoon... Ja, er is een documentaire over gemaakt. Kun je kijken over hoe Obama omging met de kredietcrisis in 2008. Er is een moment geweest waarop het hele bankensysteem op, invallen, op in elkaar vallen stond. En toen uh, um, heeft Obama last minute die heeft uh, uh, gezegd oké, okay, we gaan... Uh, uh, Lehman Brothers viel om. Uh, hij heeft uh, Goldman Sachs volgens mij nog een paar van die banken overeind gehouden. Uh, ik ben even die naam Freddie Mac, Fannie Mae, de of die grote Amerikaanse financiële instellingen werden overeind gehouden. Um, en wij hebben dat en dat gebeurde toen ook hier. Weet je, we hebben ABN, volgens mij SNS-bank, weet ik veel, die zijn allemaal door de staat overeind gehouden met belastinggeld. Dus en um, uh, Obama heeft toen gezegd: van Oké, okay, ik ga dit doen, maar ik wil dat jullie met een oplossing voor het probleem komen. Want nu zijn we de bal uh, verder aan het schoppen. Ja. Uh, dit is uitstel van executie. Uh, wat gaan we doen? En toen hebben ze een plan bedacht. En dat plan, dat draait erom dat uh, uh, eigenlijk de banken uh, volledige controle krijgen over het uh, uh, economisch verkeer. Uh, en Central Bank Digital Currency gaat dat mogelijk maken. En dat is, het, dat is het vervelende eraan, dat mensen zeggen, ja, maar het is helemaal niet duidelijk dat de banken dat gaan doen. Het is 100% duidelijk dat de banken dat gaan doen. Want het alternatief is namelijk dat het hele financiële Systeem in elkaar klettert ja. en daar hebben zij te veel bij te verliezen. Ja. Ik bedoel, jij en ik hebben er niks bij te verliezen. Ik bedoel, het gaat kut zijn, uh, maar er zijn andere oplossingen mogelijk. Maar voor die banken uh, is dat de enige en dat is natuurlijk de macht. Weet je? Ja. Dat, maar ze hebben toen dat plan bedacht, maar dat is, was dat voor die mensen die dat hebben bedacht, daadwerkelijk denk je een, een oplossing, een plan, of was is dat een, een evil scheme? Nee, het is niet evil. Het is gewoon een hele rationele oplossing geweest. Ja, precies. Waarbij het overduidelijk was dat mensen de vrijheid van uh, transacties moet worden ingeperkt. Dus om, om je een voorbeeld te geven. Je kunt alle geld creëren die je wilt, uh, maar uh, als dat geld in de economie komt, krijg je de zware inflatie. Nou, hoe ga je uh, uh, de geld weer uit de economie. Haalt. Dat zie je nu gebeuren. Hè. Dan verhogen ze de rente, gaat, geld gaat uit de economie, krijg je een soort, een soort collapse. Maar die collapse, dat leidt tot onrust. Dat is ook vervelend. Weet je kijkt overal voedsel redden we. Dus wat willen ze doen? Als je die shit hele, helemaal programmeerbaar is, kun je dat heel stabiel houden, kun je dat geleidelijk houden. Maar dat betekent wel dat jij gedwongen gaat worden. Uh, wanneer je wel en niet geld kan uitgeven. Nou, ja, niemand gaat ja. ermee akkoord. Dus dat betekent dat je een soort. Oh shit, dan moeten we ze wel iets wijs maken waarom ze dat. Nou, dan krijg je CO2-uitstoot, krijg je dat soort shit. Weet je. je carbon tax, je social credit. Weet ik veel. Ze zijn gewoon alles aan het proberen. Ja. Om maar die voorwaarlijkheid van het economisch verkeer in te bouwen. En, en, en COVID is natuurlijk zo'n rigoureuze uh, verandering geweest in onze samenleving dat. Alles daarna voelt wat minder extreem. Dus dit is een heel mooi moment natuurlijk ook om ja, behalve, dingen te gaan veranderen. Waar hebben we het over? Over dat jij straks maar één biefstuk per maand mag kopen vanwege de CO2-uitstoot. Weet je, ik bedoel dat jij niet meer na de, weet ik veel, de 28ste in de maand nog geld op je rekening moet hebben. Dat moet uitgegeven worden, want anders krijg je 10% uh, 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 boete erop. Of belasting, of weet ik veel wat ze gaan verzinnen. Ja, echt? ja, dat soort shit ga je krijgen. Omdat anders kun je die omloopsnelheid van het geld en het systeem oh, dat niet het. waarborgen. Ja. Yeah. En dat is, uh, uh, dat is <laughs> dus. Het grote gevaar. want Waarom zien we opeens nu die 14% inflatie? Dat is omdat er zo godschuwelijk veel geld gecreëerd is in die coronaperiode. Nederland ja. alleen al 80 miljard. Dat geld is gewoon die economie ingepompt. Mensen zijn het gaan vasthouden omdat al die winkels dicht waren. En boem, de winkels gingen open. En het geld schiet die economie in. En hop, boem, 14,5% inflatie. Dat is wat je dan krijgt. Ja, als alles er juist in wordt gepompt. Ja, als er, er meer geld in juist. omloop is, dan concurreert dat geld voor dezelfde producten en diensten. Dus ja, die producten precies. en diensten worden dan meer geld waard. Ja, ik ben, ben je nog wel eens bezig dan met leuke dingen? Alleen maar. Oké. Okay. Ja, nee. Ik, 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 dat is een heel ding. Kijk, ik, vind, ik heb wel op een gegeven moment bedacht van ja, ik moet hier nog om lachen, weet je. Ik vind het belangrijk om bijvoorbeeld, uh, weet je, ik heb kinderen, dus ik vind het belangrijk om dit mee te geven. en Een soort besef mee te geven. Ja, maar. Van, hoe werkt de maatschappij? Maar als je gewoon kijkt, afgelopen jaar, ik, ik heb ontzettend genoten van het weer bijvoorbeeld. Klinkt heel stom, maar Augustus was echt fucking fantastisch. Ik ben elke... Ik denk dat ik... Ik ben in juli ben ik ook op vakantie geweest. Dat was ook tof. Maar ik denk dat ik in juli en augustus elke dag op het strand ben geweest. Ja. Nou, dat was... Het was spectaculair, weet je. Het was echt fucking vet. En... Um, uh, ik had natuurlijk altijd Zoef de hond. Die is op een gegeven moment overleden. Ik denk december vorig jaar zoiets. Ah, oh, toen. Ja, ik dacht. december. Ja. Nou, ja, zoiets. Um, ja, ik dacht december. En. Um, uh, uh, toen hebben we een nieuwe hond genomen, een zwerver uit uh, Spanje geadopteerd. En, Spanje deze keer? Ja, uit Spanje konden we hem niet deze keer. Dus hij is nu paël, uh, uh, ja? Hij heet Willem. Ja, precies. Maar het. Uh, uh, maar... dus eigenlijk. Ja, gewoon Willem. <laughs> uh, gewoon heel Hollands Willem. Ja. Maar die, uh, uh, dus daar ben ik heel van mee over het strand gaan lopen en door de duinen en, en in de bossen uh, en dat soort dingen. Dus ik ben heel erg de natuur gaan opzoeken uh, dit jaar. Ja, fantastisch, echt. Dat, uh, ja. Heel tof ja precies dus dat dat er zijn nog wel inderdaad je bent niet alleen maar bezig met gloom en, uh, en nee groenis. en ik ben ook helemaal niet iemand die daar heel erg lang in wil zitten of zo weet je ik vind het helemaal niet per se uh, uh, ik vind het heel interessant omdat ik juist ik ben heel positief en ik heb heel erg uh, uh, een, <laughs> een, ja maar dat dat klinkt stom maar ik, kijk bitcoin is een uh, oplossing die ik ooit weet je ooit kwam ik daarmee in aanraking dat ik zoiets van ja dit dit is een oplossing voor dit probleem, weet je. Doordat ze in 2008 bedacht. En um, uh, ik zit er niet in uh, vanwege het. Ik weet dat veel mensen aan het gokken en die vinden het tof en zo. Ik vind het allemaal niet interessant, weet je. Ik hoef er niet. Ik hoef dat allemaal niet. Um, ik ben helemaal niet iemand die er goed in is ook. Uh, ik kan niet treden. en weet ik veel wat. Het is gewoon allemaal niet van mij. Maar ik vind de technologie zo fucking fascinerend. Ja. Want uh, het, 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 het herstelt namelijk iets wat kapot is in deze maatschappij en dat is geld en we hebben in deze wereld altijd van die oordelen of ja geld en dat is, weet je dat is de love of money is the root of all evil dat soort gezegden weet je geld is hebzucht dat is slecht en weet ik veel en ik heb juist iets van maar dat is niet wat geld is geld lost dat probleem op van die van die eieren en die schoenen ja. weet je dat dat is wat geld niks meer niks minder en als de overheid uit die economische transactie is, dan is de overheid uit onze communicatie met elkaar. Want doordat jij zegt van nou oké, okay, ik wil die ei hebben, maar jij wil gaan schoenen, oké okay, dan zijn die eieren zijn zoveel geld waard. Daarmee heb jij bepaald wat een ei waard is in dat geld. En als je dan de overheid volgt op die tussendoor, Want ho, 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 wacht eens eventjes, want uh, dat geld daar hebben we nu twee keer zoveel van, dus die eieren zijn eigenlijk twee keer zo duur dan. Dus, uh, moet je wel even rekening mee houden, je kunst, weet je wel. Ja, ja. Je zit zegt ver fuck, ik was gewoon een ei aan het kopen. Weet je, Hoe moet ik nou. Maar dat betekent dat ook maar alles wordt duurder en de energierekening. wat is, is allemaal belasting lastig. erbij. Belasting erbij. Jesus Christ ingewikkeld. Ja. Nee, de overheid moet weg daaruit. Die moet het allemaal niet doen. Het is gewoon. Het was precies dat. Het was die eieren voor de, voor de schoenmaker. En omgekeerd, dat is het probleem wat het oplost. En dat moet het weer. We moeten weer terug naar die periode dat dat is wat geld is. Ja. Dus ik ben heel positief dat mensen dat allemaal gaan begrijpen en gaan doen. Nou, ik wou net zeggen, die, die central banking digital currency stuff, dat, dat, dat klinkt, dat is natuurlijk dan vervelend, maar wanneer, de, de, de oplossing is er al, dus dat is alleen maar goed voor bitcoin, wanneer dat er doorheen wordt gebruikt. Ja, en de oplossing op het probleem van dat we bestookt worden met central bank digital currency straks, is dat je het gewoon niet gaat gebruiken. Ja. En dat is lastig, want ik weet zeker dat je zometeen een app krijgt en als je de app installeert, dan mag krijg je 100 euro. En dan kan je één keer gratis uh, boodschappen doen bij de Albert Heijn, weet ik veel. Ja. En iedereen gaat het doen. Omdat iedereen die 100 euro wil hebben. Want dat is toch gratis geld? Ja. Maar ja, dan ben je wel akkoord gaan met de algemene voorwaarden. En die algemene voorwaarden zeggen dat je grondwetten weg zijn. <laughs> dat je dus je grondrechten weg zijn. En dat, uh, dat, is, dat is best wel duur. is dat, uh, ja. um, dat is een dure prijs die je betaalt voor zoiets. Zeker. Maar um, is, is, is dat toen ooit... Want ik weet nog inderdaad dat je... Um... Toen je kids kreeg op een andere manier bent gaan kijken naar de wereld. Ja. En dus inderdaad ook zo een, 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 een lijpere wereld wilde, wilde achterlaten. Maar nu, ja. nu merk ik inderdaad van dat je het nu dus met een bepaalde soort van humor of dat je erom kan lachen. En dat je, is dat ook wat je dan op die manier wat meer meegeeft. Een soort van neem het niet allemaal te serieus of zo. Ja, omdat het. Kijk, dat is een ander ding. Dat klinkt heel, dat is weird. Maar kijk, ik heb natuurlijk die wie voor Valentine podcast. En dat trekt ook mensen aan die uh, duidelijk niet geloven in het narratief van de overheid. En daar zitten heel veel mensen tussen die echt serieus in de war zijn. En dat <laughs> bedoel ik, niet, nou maar serieus, dat bedoel ik niet op een verkeerde manier, weet je? Want ik bedoel, uh, ik, ik denk eerlijk gezegd de half Nederland is in de Tuurlijk, war, weet je? Ja. Ik bedoel, is gewoon, het zijn rare tijden. Uh, maar ook veel mensen die echt in paniek zijn. En ja, precies van, op die van, manier. Ja, ja. Ik ga, uh, weet ik van ze gaan straks de concentratiekampen komen en weet ik van en ik wil ik wil die prik niet en dan worden we straks allemaal gedwongen dat er soldaten langs je deur komen Die gaan iedereen vaccineren weet ik van. En ik snap dat dat op een gegeven moment een soort angst is die die bestond. Ja, ook dat is angst natuurlijk. De, dat, dat bedoel ik. Het is ook angst. Ja. En uh, ik. Uh, ik had zoiets van Jezus ik heb een fout gemaakt want ik ben een podcast aan het maken uh, om mensen wakker te krijgen uh, om niet bang te zijn van griepvirus om ze vervolgens bang te maken ja. voor een totalitaire ja. overheid ja. maar daarmee creëer ik het probleem ja. want als je bang bent voor de overheid dan maak je de overheid ook heel machtig dus ik ben gewoon mee ja. aan het doen ja. en ik realiseer me dat ik het zo Kut, ik heb een grote fout gemaakt. Maar Hoe, dat zei ik toen, ik, ik volgens mij vorig jaar door jouw harde mening polariseer je ook. En in dit dat was natuurlijk een meningsding, maar uh, dat, dat in dit geval, precies wat jij zegt, is er dus ook en het heeft ook andere. Uh, nou, maar dat, dat, uh, dat, was het, dat, dat is het probleem in media dat je niet onge je kunt niet ongenuanceerd nee. zijn in de media, uh, of je kunt niet genuanceerd zijn in de media. Dat je 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 kan wel wat saai, dus dan dat is ontzettend saai. Daar kijkt niemand. Ja. Dus uh, dat is dat probleem van dat polariseren. Maar ik realiseerde me dat het wakker maken van mensen, tussen zoals het genoemd wordt, een, een ander probleem in zich heeft. Ja. En dat is namelijk dat die mensen nemen het te serieus. En ik reed me van ja maar... ja, maar het is serieus. Dat is het, een... jij zegt. Maar wacht maar dit is denk ik. Dus de oplossing die ik daarvoor bedacht heb, is van je moet hier een grap van maken. Ja, fair. en dat is denk ik ook de reden waarom bijvoorbeeld, uh, en ik denk dat het heel erg gevoelsmatig is geweest, waarom comedians zo hard aangepakt werden uh, uh, tegen uh, ik had een stand-up comedy sketch gezien van een van een soort was een groepje van comedians en die waren een soort van um, tegen het coronabeleid en die, die openingsscène was ook zo van die guy, ik sorry bij de, bijvoorbeeld, er is niks ergens iemand die een grap gaat navertellen, maar dat, uh, die zei ook van ja, ik uh, ik treed het liefst op voor gevaccineerde mensen, weet je, dan moest een lachen in die zaal ja. Zei hij van ja, want dan kan ik een grap uh, uh, vertellen die niet werkt. Ja, die niet te hard aankomt. <laughs> en, en dan kan ik hem daarna nog een keer vertellen. Ja. <laughs> ik vond het heel funny. En, en ik had echt zoiets van ja, die, die humor moet terug erin, omdat die humor breekt uh, uh, het, um, de ongelijkheid af. Weet je, humor bouwt altijd bruggen. En ik denk ook daarop moet je lachen, om hoe stomzinnig het is. Dat ik weet niet, ik zag laatst dat ik een soort... Het Nederlandse uh, leger of Defensie die had. Een soort van een vijf. Hele kleine, kutte elektrische autootjes gekocht. <laughs> het was op het officiële Twitter-kanaal. Het was een foto. <laughs> het leek wel een invalide wagentje. Het was echt te lullig voor woorden. Je, je, je schreeuwde gewoon van "Poetin, We kwamen er eraan. Ja, precies. Ja, ja, precies. Ja. Het was zo ontzettend kut. Slapstick. Het, ja. maar het is slapstick shit. Ja. Je, weet je? En ik denk gewoon van er, is zo, er gebeurt zoveel krankzinnigs. Je moet daarom lachen. Echt, ja. weet je? En Er zijn veel te weinig mensen die erom lachen. En en daarom hoop ik ook dat. We zijn toen met, uh, met Vivanta wat luchtiger geworden. Ja. En ik vind het namelijk gewoon. Het is ook namelijk gewoon te dom voor woorden. Ja. Weet je? Ik bedoel, ook al die gender. Bullshit, weet je? En ik bedoel dat je zo'n, ik zag zo'n foto van een meisjes, college meisjes, basketbalteam, er staat een zo'n grote gespierde gast dus met zo'n hele domme praak. Weet je, ik bedoel, doet het. We hadden ons hele leven hier helemaal suf om gelachen. En opeens nee, kan, het is, nee, kan het niet is meer. Nee, ik bedoel, het is te dom voor woorden. Ik bedoel, het is South Park shit, weet je? Ja, het is het South Park shit, maar. Het is, ja. ja, ik weet het niet. Ik kan het gewoon niet zeggen. Nee, ik kan moet het dan er gewoon om lachen. Dat uh... zal ook niet uh, gebeuren. dan. Gaat ja. het wel, uh, de, de, de podcast gaat wel. Heel goed, toch? Ja, Viva Venta gaat echt heel goed. En uh, um, ja, we, ja, het gaat heel goed. Veel beter dan Bitcoin-show. Bitcoin-show Bitcoin is op een gegeven moment ook van YouTube afgetrapt. Ja, uh, en ik dit, hoop. Het mag dat... wel. Ja, dat De dingen ging... die je zegt, mag hier wel. Uh, ja, staat dit op YouTube? Ja, ik weet. Weet Ik denk niet. eerlijk gezegd, ik denk dat die algoritmes nu weer veranderen en dat je weer andere dingen mag zeggen. Dat is Het nieuws van gisteren, weet je, dus dan mag je wel om lachen, denk ik. Dat weet ah, ik niet. Ja, ah. ver, dat kan ook inderdaad. Het ja. Ja. is Minder actueel misschien. Um, gaan we naar games? Ja, gaan we de top 10? Uh, nee, nou, even, oh, de, de games. Even, ja. ja, maar wat, heb, je, heb je veel gegamed dit jaar? Ik heb wel veel gegamed, maar ik vond het echt een dramatisch gamejaar. Ik vond het echt, echt niks voorstellen. Het was, hoezo niet? Nou, ik had nog wel het idee, er komen nog wel wat dingen uit, maar uh, ik heb mijn lijstje gemaakt. Ik, had echt van. ik heb wel een top 10 gemaakt. Ik weet dat er een aantal uh, mensen zijn die niet eens een top 10 hadden. Uh, ik, vond het, uh, ik vond het echt barmboos. Weet je, ik vind het nog altijd zijn gewoon de next-gen consoles liggen niet gewoon in de winkel. Uh, je kunt ze niet zomaar kopen. Dat vind ik echt nog altijd bizar. Dat je, als je nu een PlayStation 5 wil hebben, dat je daar dan 700, 800 euro voor moet betalen. Insane dat mensen dat doen. Echt insane. Ja, als je geluk hebt, niet. Maar ja, ik heb geluk gehad met mijn Xbox Series X. Die lag toevallig Precies. in de Mediamarkt. Ja. Uh, maar ik vind het allemaal. Um, ja, en, ik vind, en dan het aanbod. Uh, ik vond het afgelopen jaar gewoon zwak. Echt ja? ronduit zwak, ja. En uh, ik heb wel veel gegamed, maar het is niet. Uh, ik heb heel veel oudere games gespeeld. Ik heb wel heel veel indie games uh, gespeeld en ontdekt. nieuwe van, van dit jaar. Uh, ja, 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 ook nieuwe, recente dingen inderdaad. Uh, maar ik, ja, ik, ik heb wel echt. Um Weet je, ja, ik, ik heb een aantal van die gesprekken ook terug zitten kijken van de afgelopen jaren. En dan kwamen er echt wel gewoon vijf, zes AAA-games die uitkomen. na nou, Dit jaar? Ik, ik, ik heb ook ze ook niet wel. gezien. Veel van Sony natuurlijk. maar Ja, maar dat, dat is een ding misschien. Weet je, ik heb niets met die... Uh, uh, ik heb niet zoveel met God of War. Ik heb niet zoveel met... niet? Heb je nee, die vorige nee, niet gespeeld? Jawel, maar ik heb er gewoon niet zoveel met Trial <laughs> and Error, shit. Ik vind ik wel niet zo leuk. En uh, ik, vind het, ik vind het wel mooi, ik vind het wel geinig, maar het is niet, het is niet voor mij, ga ik niet spelen. En uh, ik vond die Horizon shit ook... Nee, is niet voor mij. Is nooit echt voor mij geweest. Ja, um, yeah. wat hebben ze nog meer? Dit is dus een dertigste remake van, uh, van, van die Re shit. Remake, Dat is wel een ding, hè. Die, ja, Gran Turismo, maar goed, Gran Turismo. Ik, misschien dat ik het gespeeld zou hebben als ik een PlayStation 5 zou hebben. Ik heb geen PlayStation 5, dus ik vind ik niet zo interessant. Nee. En uh, ik vind wel, ik, ik denk dat... Ik weet niet of dat veel besproken is door anderen met die Anjax. Maar die, al die remakes, die directors cuts. En veel van die shit is echt heel slecht. Ja. Slecht gedaan, gewoon. Veel worden er ook steeds beter. Ja, nou ja, dat, ik vind dat Capcom dat goed gedaan heeft, natuurlijk, met uh, Resident Evil. Precies. Uh, uh, remakes. Ja. Maar ik vind heel veel gewoon. Ja, ronduit. Kut. Ja. is echt uh, lui. En, en Sony absoluut ook hoor. Nintendo ook, man. Die heeft die, die, die Mario-pack, volgens mij was het afgelopen jaar uitgekomen. Ik ben niet eens zeker, 100% zeker, dat, maar ik dacht dat afgelopen jaar kwam. Uh, met een aantal van die uh, uh, Super Mario games die uh, uh, gewoon niet eens de resolutie schaalt mee. Super slecht. Hetzelfde met die GTA uh, uh, trilogy. Ja, die was Va heel slecht. Super kut, gewoon. Ja. Echt, wat een luie shit. En, um, en die is lui, gewoon heel slecht. Ja, maar dat had ik ook met The Last of Us, weet je. Niet dat, kijk, die game is natuurlijk heel goed, maar fucking voor de derde keer, weet je. ik 80 euro. 80 euro, Ik, man, kom op, weet je. En hetzelfde met, met uh, GTA uh, 5 die uh, nu op de derde console generatie uitkomt. Ja. Dat, wat is er gebeurd, man? Dat is toch insane? Nou, dat is knap van GTA natuurlijk, maar... Nou, ik moet je zeggen, ik had laatst wel, ik had mijn PlayStation 4 weer aangesteld, want ik had uh, 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 bij de Action Notabene, um, uh, hoe heet het? De uh, laatste of Ghost nee, nee, Ghost of Tsushima had ik ah. uh, gekocht. En die stond nog op mijn lijstje die wou ik ja. spelen. En uh, uh, ik had zoiets van: nou, Fuck it, weet je, ik speel op PlayStation 4. Game is fucking mogelijk, PlayStation 4. Niks meer, toch? Nee. echt prima. Je hebt, hem ook, je hebt nog steeds geen PlayStation 5 nodig, afgezien van de, de, de God of Wars of wat dan ook. misschien. Ja. Maar. Nee, ik, uh, uh, ik hoef het niet. Dat, uh, nee, nice. Uh, maar, dus de gamejaar, qua games matig en de industrie ik heb ik gekke dingen gezien. Uh, ja, in, principe kijk in de die show uh, komt dat wekelijks langs. Maar. Ja, die, 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 we hebben natuurlijk heel erg veel over Activision Blizzard gehad. Maar eigenlijk de, de algehele trend dat al die grote publishers zijn allemaal aan het sterven En dat. Uh, um, um, ik heb een ik heb een uitspraak gehoord uh, van Copernicus en die was natuurlijk ooit een van de zo'n 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 sterre kijker ja, uh, Griek of wat dan ook uh, ja en uh, hij was geen Griek volgens mij maar anyways die uh, um, uh, zei op een gegeven moment van hadden dus de theorie van iedereen dacht van de zon draait om de aarde weet je de aarde is het middelpunt van de van het heelal en hij zei van nee de, volgens mij draait de uh, aarde om de zon zei die uh, en toen zei die gast van nee maar er is helemaal geen bewijs voor weet je dat kan helemaal niet en toen zei hij van maar Stel dat het zo is, hoe ziet dat er dan uit? Hoe zou het er dan uitzien als dat aan de hand is? Ja. En dat was zo'n sterk argument, omdat Iedereen, alles je wat kan je er niet zag, tegen inbrengen. je zegt je, je moet erover nadenken. Precies, en het was zo sterk. En ik, ik zie dat de hele tijd terug. En ik heb zoiets van: misschien is het bijvoorbeeld een beetje te hard om te zeggen van de gamesindustrie, al die grote uitgevers zijn aan het sterven. Maar als ik tegen je zou zeggen: van natuurlijk gaan ze niet van de ene op de andere dag dood. Het zijn miljardenbedrijven. Ja. Maar stel dat die industrie aan het sterven is. Hoe zou het er dan uitzien? Ja, ja. Dan denk ik dat het er zo uitziet: weet je, je ziet de allergrootste. Weet je, Activision, Blizzard, Bethesda, EA, uh, Ubisoft allemaal of ze zijn al overgenomen of ze staan in de uh, uitverkoop. Of ze doen niks. Ze doen niks meer. Er komen geen games meer uit. Er is gewoon, de, de mensen worden ontslagen. Het is gewoon. De, ze hebben allemaal dezelfde identiteitscrisis. Ja. Moeten ze nou triple A games gaan maken of moeten ze nou juist meer games als een service ja, bullshit gaan dat. uitrollen? Ze weten het gewoon niet zo goed meer. Uh, ja, ik denk dat we echt. Uh, uh, we zien voor onze ogen de gamesindustrie sterven. En dat klinkt best wel hard hè. Maar Want sterven, dat, 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 dat zou, dat, dan insinueer je dat er. Bevijf, of het nou over vijf of, of, of twintig jaar. maar dat er geen videogames meer worden gemaakt. Nee, 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 dat zeg ik niet. Ik Precies. zeg van de grote uitgevers zijn aan het sterven. Ja, oké. Okay. En, uh, en waarom? Ze worden vervangen door de platformen. Dus je gaat nu. Game Pass laat nu zien hoe het moet. Nou. PlayStation gaat ook die kant op. Zo heb je Steam, die gaat dat doen. Uh, misschien krijg je nog een paar nieuwe. Misschien gaat Nintendo ook een keertje zoiets doen. Je weet het niet. Maar dan, of misschien, weet je, we hebben al Google gezien die het geprobeerd heeft met Stadia. Maar misschien krijgen we straks een geslaagde poging ja. van misschien een Netflix of Spotify, weet ik veel. Amazon, die zo, Amazon zou Amazon ja. best wel kunnen doen. Ja. Um, dus je krijgt daar concurrenten. Maar die uitgevers hebben geen bestaansrecht meer. Weet je? Net als dat een platenuitgever. Ja. Dat zijn. Concertboekingskantoren geworden, ja. weet je? Want die platen uitgeven, ja, weet ik veel, of Pietje of Jantje het nou upload naar Spotify, dat doet er niet toe, weet Plot. je? Maar dat is waar het om gaat. En dat, ja, dat, uh, um, uh, dat is hoe dit aan het veranderen is. Dus ik had een heel gesprek over met een gezamenlijke vriend van ons, uh, Lucas, die uh, in Nederland was, en hij managed een uh, band, best wel veelbelovende, uh, uh, band, uh, Joey, Valens en Bray heet het. Um, en die gasten die, um, uh, die hebben niet meer een platencontract, maar hij managen. Ja. En uh, weet je, ze hebben YouTube-kanalen, ze hebben, uh, uh, weet ik veel, TikTok, Snapchat, toestanden. Uh, ze doen allemaal uh, zelf optreden. Ze doen alles zelf, merchandising, ja. weet ik veel. En ik denk inderdaad dat ga je krijgen, en dat ga je ook met videogames krijgen. En en hoe gaat het eruit zien? Ik denk dat al die, uh, kijk, vroeger werd een game gemaakt. En uh, nu denk ik dat je uh, succesvolle games gaan groeien naar platformen. Dus uh, ik vind uh, uh, één game die in mijn uh, top 10 staat. Ik ga hem eigenlijk niet noemen, want dan ben ik aan het vooruitlopen erop. Maar uh, ik heb een, een indie-gaming die is door één iemand gemaakt. Ja. En um, die is echt over dat succes heen gestruikeld. Uh, en die heeft nu een goud in handen. Want hij kan dat, die IP uitbouwen tot een franchise die misschien wel weet Ik veel miljoenen mensen gaat bereiken ja. uh, als het dat niet nu al doet, maar dat, dat kan natuurlijk steeds meer, en ik denk dat je dat steeds meer gaat zien. En die uitgevers weten niet hoe dat moet, en hetzelfde zag je met uh, uh, weet je, je zag het in de televisie-industrie. Uh, ik weet toen wij Game Kings begonnen, toen begrepen veel van de televisiemensen waar we mee werkten niet. Dat we niet gewoon die rechten verkochten aan de, aan de zender, bijvoorbeeld, die dat heel graag wilde. En we hadden ze van nee, we willen het zelf van alles mee doen. Weet ja. je. We willen petjes maken. En, ja. en uh, websites Website. maken. En dvd's maken. Toen was dat. Ja. En ze uh, hadden zoiets van, maar dan zie je toch nog tien andere ideeën? En we hadden zoiets van nee. Het werkt. Weet je, dit werkt. Laten we het ons. houden. Weet ja. je. Ik wil, dit is hoe je. Uh, we gaan er anders in staan. En dat ga je nu in de games industrie ook zien. Ja. Dus die grote uitgevers sterven. Videogames sterven zeker niet. Precies. Maar die grote uitgevers sterven. Ja, en de, wat de komt voor in de plaats is dus inderdaad meer indie- of single-achtige. Uh, ja, maar ik denk lossen. niet meer dat je dat gaat zien per se. Je gaat niet zien dat dat. Kijk, vroeger was dat van, oh, die gare ik Dat moet wel een indie-game zijn. Dat ga je niet meer zo hebben. Ik bedoel, man, die indie-games zijn de meest fantastische uh, shit. Weet je, ja. zo, ik wil. Cyberpunk was op een bepaalde manier een indie game natuurlijk. Ik bedoel, er ja, ik wil net zeggen, zullen er, zullen er wel gameontwikkelaars ja. blijven bestaan van 300 steeds, man? Ja, je gaat echt nog steeds ook die 1500 man project hebben. Dat ja, gaat dat er echt nog wel zijn. In principe zijn natuurlijk wij als gamers altijd al fan van... Die ene studio, niet per se. Je bent. Ben je een Ubisoft fan? Nee, je bent een. Nou ja, eventueel Ubisoft Montreal, dat is trouwens het verkeerde voorbeeld. Want zij hebben allemaal zelf eigen studio's. Maar je bent een een, uh, een rare fan. Of een uh, coalition ja. fan. Uh, en niet ja. per se misschien een Xbox. Uh, nee, uh, maar weet uh, je waarom? Dat vind ik ook zo leuk. Ik denk dat je bent een fan, bijvoorbeeld. Stel je, voor dat je een fan van Rockstar Games bent. Hè? Dan ja. kun je zeggen van ja, maar dat zijn uh, mooiste games of zoiets. Weet je? Nee, het gaat niet om hoe die, mooi die games zijn. Het gaat om hoe goed dat verhaal is. Dat is de ja. mensen Rockstar vinden. En ik denk dat je. En ik heb dat altijd een onderbelichte aspect gevonden. De, de, uh, de, het niveau van storytelling in videogames. En ik denk juist van ja, misschien dat we nu uh, uh, hierdoor weer um, dat de projecten met hele goede storytelling weer eerder boven komen drijven. En daardoor. Meer succes halen. En dat je. Want ik weet zeker dat als jij bijvoorbeeld een heel getalenteerde storyteller bent bij uh, Ubisoft, dat je uh, na uh, twee jaar alsnog met een burn-out thuis zit. Dat heb je. Er is een documentaire gemaakt over die For Honor game. Ja. En dan hebben ze die Jason Vanderburg. Die dat, dat was echt zijn concept. Ja. Hoe dat hele team echt gesloopt is door Ubisoft. Gewoon. Ja, ja, ja. En dat die game die uitkwam, echt soort van. een ja, het was een beetje een compromis van. Niemand was er echt blij mee. Ja. en die documentaire die stond op Netflix altijd echt een aanrader. En daarin zag je gewoon van ja, die dagen zijn voorbij. Je gaat nu de Jason Vandenberg's hebben die echt met liefde hun project gaan bouwen. Ja. En het gaat hit of mis zijn. En als het een hit is, dan gaan ze het uitbouwen. En als het mis is, dan valt de studio om. Maar dan met, en, en dan is het, weet is je, dan zijn het of? Ja, maar dan heeft dat heeft geen 100 miljoen gekost. Dat is gewoon, dat is een investering van een paar ton. Weet ja, je. Okay. en dan. Oké, okay, dat, dat is zuur, het kut als je het kwijt bent. Maar het verandert de industrie niet. Weet je, ik bedoel, nu zien we een bedrijf als Ubisoft met weet ik veel 10.000 werknemers. zometeen meteen failliet gaan als ze niet overgenomen worden door Tencent. Uh, en dan zijn al die mensen op straat, en drama en ellende, weet ik veel. Dat, dat hoeft allemaal niet meer op die manier. Nee. Games dan nu? Ja, de top 10 bedoel je? Ja, ja. Okay, games. Ja, waarom niet? Uh, de je. top 10. Ik, ik ga er snel doorheen, want ik. ik ja, wat ik zei, ik vind mijn games van mijn top 10 niet allemaal de moeite waard om um, uh, zo uitgebreid stil bij te staan. Nee. Maar goed, mag. laten we beginnen. Op 10. Op 10. Um, oh ja, dit wou ik nog even kwijt. Ik heb een aantal van de games die in mijn top 10 staan, die heb ik ontdekt door Game Pass. Um, en dat, uh, ik wil niet te veel rook in de reet van Microsoft blazen... Maar wat mensen skep... wel altijd zeggen in de comments dat jullie doen. Ja, ja dat ik, ik maar... fanboy ben ja. en zo. Ja, nou, dat, dat mag op zich, want ik ben best wel fan van wat ze aan het doen zijn. Ja. Uh, maar ik was heel sceptisch over het businessmodel van um, uh, Game Pass. En dat ben ik nog steeds. Ik zie dat Microsoft er gewoon bakken met geld tegenaan aanklapt Gefeliciteerd, dankjewel Microsoft, dat doen jullie heel erg goed. Uh, maar uh, het businessmodel aan zich. Uh, dat weet ik nog zo net niet. Ik denk eerlijk gezegd dat of Game Pass straks heel duur gaat worden of gaat stoppen. Een van de twee. Maar voor dit bedrag gaan ze dit niet uh, nee, dus, uit... ze, Maar ze halen toch miljoenen, miljo miljo miljarden zelfs per jaar binnen met die ja, shit. Ja, ik weet het Als je die, niet die rekensom niet. maakt, dat is insane. Nee, ik ze weet niet meer zijn, het zijn helemaal niet zo uh, op miljard, over. Je drie... weet niet wat ze erin steken dus halen ze 4 miljard binnen, maar schrijven ze vijf 5 miljard uit. Ja, fair, We ja. het niet. Je ziet die kosten niet zo eten. Het is niet duidelijk in ieder geval hoe dat precies allemaal financieel eruit ziet. Nee. Maar goed, anyways. Uh, props voor Game Pass, want ze hebben me met een aantal games in aanraking gebracht... die ik anders never, nooit niet gespeeld zou hebben. Ik ga het er ook bij zeggen als dat zo uh, is. is ja. uh, de eerste game uh, uh, op Game Pass, uh, die staat bij mij op nummer 10. Dat is de game Weird West. Uh, volgens mij een Devolver Digital game. Ja, volgens mij ook. Uh, het is een RPG. Uh, het is een game die ik normaal gesproken never, ever, nooit, niet in mijn leven uh, gekocht zou hebben. Um, ik zou hem denk ik niet eens gespeeld hebben als ik er een code voor zou gekregen hebben. Dat is het rare eraan. Maar ik zat op een gegeven moment in een soort... Ik wil wat spelen en ik weet niet wat. En ik verveel me. En godverdomme. En dat was nu al twee of drie dagen achter elkaar. Dat ik had zit van... Tyfus, ik moet iets spelen. En toen dacht ik eigenlijk dat Weird West een game was zoals... Uh, Um, commando's. En je had ook een Game Desperado's als ja? een beetje top-down strategische uh, shooter. En die elementen zitten erin, maar het is eigenlijk een RPG. Dus het combineert die twee werelden. En dat. Um, uh, ik weet het niet man. Ik heb, ik heb hier. Uh, hoe, ik heb hoe, zag, heel je, zag je een tof plaatje, of zo? Was het, het plaatje of de trailer? Ik denk een trailertje, eerlijk gezegd. Ja. Ik denk dat het een trailertje was. En, uh, ik dacht dat het iets was wat het niet was. Uiteindelijk. Het was meer, het was ook een RPG en um, ja, het heeft me aangenaam verrast. En ik vond het gewoon funny. En ik vond het ook een soort, op een toffe manier, een soort dark. En dat ja, het, het raakte een soort snaar die ik tof vond. Ik, uh, cowboys. Ja, ja, cowboys. Toch. Uh, ja, toch. Die. die, die uh, die Evil Dead, uh, of hoe heet Nee, sorry. Die, die, die Red Dead Redemption. Hoe heet die ook weer? Die It eerste. Meets Brokeback Mountain. Nee, <laughs> ja. nee die, die eerste. Die, die zombies van. Uh, oh ja, ja, ja. Hoe heet dat? Zombies, ook weer? Undead denk Nightmare. Undead uh, Nightmare. Ja, ja. Dat, was, dat was ook heel tof. Ja, ja, misschien zoiets aan dat. Goed, op nummer 9 heb ik uh, Call of Duty Modern Warfare 2. Um, uh, game waar ik echt, echt uh, geen flikker aan vond. <laughs> ik vond het echt kut. Dit is niet iets wat ik normaal gesproken spelen. Behalve. De Amsterdam-scène. Ah, ja. Fucking hel, man. Ik bedoel, ik kwam binnenlopen bij een vriend van mij. En hij zei: Je moet even kijken, want ik heb pauze gedrukt. Want ik wil dat jij dit gaat ja. spelen. Uh, en die game was toen echt net een paar uur uit. En. Um uh, dan heb je het ik rondje liep... om de kerk gedaan? Ja, ik liep de, het oude kerksplein op en ik had echt zoiets van, nee, ja. nee, wat. Jouw Amsterdam, hier? ja. Mijn Amsterdam hebben ze hier uh, na. Maar het is niet zozeer dat ik naar nou deze game goed vond of die die missie goed vond of whatever. Maar ik had zoiets van, als ze dit kunnen maken, dan weet ik veel. Misschien kunnen ze wel een game die zich afspeelt in Amsterdam in de jaren tachtig maken, Precies. zo weet ik veel. Weet ja. Je. Dat, uh... ja, het had heel veel vibe. En dat is ja. heel raar, want het had geen hoogbouw zoals je in heel veel games, dat je, flats. Nee, het waren gewoon die three-story dingen die wij hebben in maar Amsterdam. Maar ik heb daar om de hoek gewoond, ja. weet je. Dus ik heb een hele tijd, uh, toen uh, uh, woonde ik net achter de Nieuwmarkt en ik werkte uh, uh, bij de, um, uh, hoe heet het? Um, um, Jezus Christus. Leidseplein? Nee, niet hotel, Leidseplein. Toch? Nee, 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 nee. nee. Ik werkte bij een internetbedrijf en die zaten oh. bij de waar het West -Indisch huis is. Dat weet uh, die straat ook weer? Uh, weet ik niet, maar in ieder geval de, 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 de Indische boer nah, dan. Jezus, ik, ik ben dat nee niet in de andere kant van het, uh, van het centraal als het ware. Dus de nieuwe uh, nieuwe sites. Uh, ja, en dan loop je -in. Loop je nog iets door, ja, dan loop je door. Uh, ga je de, de hoe heet het in de de, de dat Single. laatste stukje van de nieuwe dijk en dan, de, en dan steek je door. <laughs> Hoe heet die straat daar? Steek je door. Dat ja, is de, 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 Nieuwe Nieuwe Dijk, de Nieuwe Dijk. De Nieuwe gaat, Zijds. Nee, nee, nee. Je gaat over de... Uh, wat is het? De single. En dan die straat die je dan inloopt. Rozengracht. Nee? Nee, 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 nee. Meer richting Centraal. De Nieuwe Dijk. Het laatste stukje van Nieuwe Dijk. Gaat toch zo door, door bocht om. Er zit nog een McDonald's of zo. Ja, ja, ja. Ja, en dan, dan, dan ga je die brug over. Halemmerstraat. Ja! De Haarlemmerstraat daar ja, werkte ik. Okay. Dus, dus ik liep dus... Uh, <laughs> je weet het niet deze keer. Uh, je zal er een paar jaar niet meer. Ik ben al zo lang weg uit Amsterdam. Is. en dat, ja, dat uh, Nee, die... die, die het uh, uh, die is weg voor mij. weg gaat maar. Zo, zoep, zoep, weg uit ja. mijn maar, maar, uh, maar de Haarlem dijk dus inderdaad. En... Um, uh, dus ik liep steeds ook over dat oude kerksplein. Ik ken dat zo goed. Ja, ja, maar het was heel goed gedaan. Het, het was is echt, echt heel vet. Want het ja. zat natuurlijk in de vorige kot. Zat ook al een stukje volgens mij uh, oh, ja? in Amsterdam of iets dergelijks. Okay. Uh, maar nu was het echt gewoon één op één. Dat was uh, sick. Het ja, was fantastisch. Ik had echt zoiets van ja, dat uh, die ervaring de, uh, is gewoon een van de ervaringen die me is bijgebleven ja. afgelopen jaar. Dus ik kan hem niet meenemen tot team, want het ja, was gewoon een, een fucking vette ervaring. Ja. Weet je? Mijn stad en ook ja. nog eens een keer dat stukje van de stad. Ja. In die game, ja, was, was, was echt geweldig. En nou, wat dus characters die er niet helemaal in pasten. Ik, ik zou zeggen, ik heb de game uh, uh, halverwege weg van Echt, echt, wat ik al zei: ik vind het niet leuk. Ik vind de singleplayer niet leuk. Ik vind de multiplayer niet leuk. Ik vind het dit echt kut, gewoon. Dus dat, en dat is raar, want uh, ik ben een groot Warzone fan. Maar deze crap, uh, hoef ik niet. <laughs> Anyways, ja. op nummer 8: um, Return to Monkey Island. Ja, die kwam gewoon eens eventjes langs. Ongelooflijk. Ja. Uh, een van mijn. Uh, uh, eerste game liefdes uh, die uh, een vervolg kreeg uh, 20 jaar na dato. Dat was Sid Meier, natuurlijk. Ja. Vroeger. Nee, niet Sid Meier. Nee? Um, Schaefer. Tim Schaefer. Tim Schaefer. Ja, dat is een Tim Schaefer game. Ik dacht even dat het een uh, Sid Meiers geest had, maar nee. Nee, nee we het. hebben wel een game gezien van de geest van Sid Meijer dit jaar, maar dat, uh, dat is wat anders. Is dat niet in je top 10. Nee, is staat niet in mijn top 10. Hm. Um, ook nee. een Devolver. Ja, het is dus een Devolver game. Ik vond het wel interessant ook dat uh, ik vind Devolver al een tijdje lang uh, dat die behoorlijk uh, de weg kwijt zijn. Ron Gilbert, sorry. Het is Ron Gilbert, het oh. is niet uh, Tim Schaefer. Um, nee, ik vind dat. Um, uh, uh, wat wou ik zeggen? Uh, Devolver is al een tijdje de weg kwijt. Ik vind dat ze uh, gewoon. Ja, ik weet niet. Ze hebben gewoon een keer heel erg de jackpot geraakt met uh, Hotline Miami. Ja, een paar keer toen waren ze de, de, echt, die, 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 die independent ja. uh, rock'n'roll gasten. Precies dat. Ze waren echt het, het, het. het, het het minst brave jongetje van de ja. klas. En uh, nu zijn ze gezond. allemaal een soort van. Ik heb het idee dat ze games aan het tekenen zijn. zijn ze oké, okay, nou laten we dat dan maar doen, want we hebben niks anders. Ja, of is van zorgen gewoon. Ja, dat kan ook. Is ja. Er zit gewoon veel crap bij. En, uh, deze ja, niet. Nou, deze game, ja. God, ik, ik, eerlijk gezegd, ik heb het niet uitgespeeld. Ik vond het wel aardig. Ik vond het wel leuk. Maar. Ja. Je moest toch iets in die top 10. Ik moest er wat inzetten, ja. Ik raad het je niet aan om te gaan spelen. Ik zou zeggen. Ah, dan dan zet je er toch niet in je top 10. Ja, Waarom man. heb je dan niet een top 5 gemaakt? Ja, maar ik heb ook een top 5. Maar dit. Ja, ik, heb tien, ook. ik heb gewoon eigenlijk de 10 games die ik gespeeld heb, heb ik erin gezet. En, uh, ja. ja, deze... Ja, ik weet het niet. Goed, het, het is meer omdat het... Monkey Island dat is een ding van vroeger. Weet ja. je. Dat, als je ouder wordt, dan zijn de dingen van vroeger die worden belangrijker. Dus dat vandaar. Nummer 7. Oh, Sniper Elite 5 uh, heb ik ook via Game Pass uh, gespeeld. Was eigenlijk al vrij snap Game Pass. Um, Absoluut de pulp. Ja. Uh, niet een game met hoogwaardige kwaliteit. Hmm. Maar je zag het al even, als je daar uh, in slow motion uh, een Duitser door zijn ogen bal schiet uh, of zijn darmen in slamosje uit elkaar ziet knallen dan um, ja dat geeft een soort voldoening <laughs> en het uh, snijpen is gewoon tof ja snijpen is inderdaad gewoon tof en het uh, um, ik vond het ook best wel een uitdagende game ik vond het echt niet per se makkelijk of zo uh, maar ik heb die game ook misschien wel bij gebrek aan beter. Maar toch met best wel veel plezier gewoon uitgespeeld. Ja. Ik vond het leuk. Ik heb de multiplayer ook niet gespeeld. Gewoon singleplayer shit. Ik weet dat hij ook best wel goed verkocht heeft in die tijd. Terwijl de, dit was een game dat was altijd straight to the uitverkoop, ja. weet je? Ja. de uitverkoop. Echt de budgetbak special. En um, ja, nu is dat een game die gewoon drie, vier weken in het, op één staat. Omdat ja, er niks Nederland. anders was of zo. Ja, er was ook niks anders. Dus uh, ja, goed. In, uh, in het land der staat Sniper Elite 5 op 7. Ja, nice. Oh, nummer 6, Tiny Tina's Wonderland. Um, interessant omdat ik Borderlands 3 niet eens zo heel erg de moeite waard vond. Uh, ik vond het wel aardig, vond het wel leuk. Uh, maar uiteindelijk deed een aantal dingen net niet goed genoeg. Volgens mij en, heb je hem redelijk vergruist. Ja, dat is. Uh, <laughs> ik, ik ben ook nu heel. Uh, ik ben nu heel mild. Ik ben heel mild. Uh, en het grappige is dat ik uh, uh, al die shit. Uh, een klein beetje vergeven heb en daardoor kon genieten van Tiny Tina. Niet omdat het een goede game was of een diepe game was, maar omdat het gewoon dat trucje met die wapens. Uh, uh, dat deed het gewoon goed, goed genoeg. Uh, om me die game te laten uitspelen. En um, ja, dat heb ik gedaan. En om heel iets vond ik het best wel leuk. En toen ik het helemaal uit had, baalde ik eigenlijk dat het uit was. En um, toen heb ik hem volgens mij nog een keertje heel uitgespeeld. en Toen werd ik er wel een beetje gek van. Ja. Maar je uh, had gewoon weer, weer trek in een, in een Borderlands fix. Ja, eigenlijk had ik gewoon Borderlands 2 nog een ja. keertje moeten gaan spelen. Ja, doen. Ja, weet je, dat is, het is ook lastig, weet je, ik weet het niet. <laughs> dat is dus niet ni een game van dit jaar, dus dan heb je in de top 10 gelogen. Ja, ik vond Tiny Tina uiteindelijk, vond wel, ik vond het wel aardig, weet je. Als, dat, uh, als je die een keertje tegenkomt in de budgetbak bij de action, uh, neem hem vooral mee. Dus dat moet je maar. Uh, op nummer 5 Kirby en de Forgotten Land. Uh, een Kirby game. Uh, een van de weinige Nintendo uh, uh, exclusives die uitkwam dit jaar. Uh, we hebben gewoon te weinig Nintendo-kwaliteit gezien dit jaar. Daarin sluit Nintendo zich aan bij alle andere grote uitgevers die allemaal geen flikker gedaan hebben dit jaar. Uh, Kirby vond ik uh, uh, leuk. Omdat het uh, op de Switch was. Het is een leuke game met je kids te spelen. Het is. Ja, het is gewoon cute. Er zit een soort feel-good vibe in. Uh, je bent op vakantie in dit soort games. En dat, uh, ja, weet je. Ik bedoel, dit is zo'n game die kan je spelen. Uh, is leuk. En als je uh, uh, zoontje of dochtertje binnenkomt lopen, dan is het nog steeds leuk. Dan hoef je het niet snel uit te zetten. Omdat je Sniper Elite 5 kills aan het maken bent. <laughs> maar dit, uh, dit is gewoon, uh, ja, dit is gewoon oké. Okay. Het was, ja, ik vond het tof samen met je kids gespeeld ook ja absoluut ja, ja. snap ik lachen ja. uh, op vier? nummer 4. teardown heb je ooit van gehoord nee nou dat uh, teardown is een aanrader <laughs> in die game en uh, um, teardown um, stond op het verlanglijstje van een van mijn kids en ik had het van ben je helemaal gek geworden natuurlijk krijg je dit niet uh, en toen ging ik kijken wat het is en toen vond ik het eigenlijk best wel leuk want het is een soort het is een soort Minecraft maar dan uh, dat je niet dingen bouwt, maar dingen sloopt en je krijgt steeds, steeds, opdrachten om dingen kapot te maken. Of... Je bent een multinational je moet soort van de gebouwen van Greenpeace, wat je die op een monumentale yeah. lijst staan, die moet je kapot maken. Ja, toch? dat soort dingen inderdaad. Ja, <laughs> dus dat, uh, uh, dus je bent eigenlijk voornamelijk aan het slopen en dat kan je met allerlei soorten wapens en mogelijkheden doen en dat dat level je en dat bouw je op en weet ik veel wat en dat uh, kan je steeds weer opnieuw doen. Het is hartstikke leuk. Pizza. Dus het is een soort Minecraft wat draait om slopen en ik vond het een. Uh, het was een originele game, indie game, hartstikke leuk. Uh, ja, ik vond dit uh, vond dit uh, misschien de eerste. Uh, ja, de, een van de eerste games waarvan ik echt dacht, echt een aanrader. Dat, ja. Uh, ja. Ik denk, ja, er staat bij weinig mensen denk ik op het lijstje, maar nu nou, wel. En, en weet je wat het ook is? Het is een uh, het interessante dat het een game is, die ik echt ontdekt heb door mijn kids. Ja en niet andersom, weet je niet dat ik soort van eigenlijk om dit eens kijken, nee dit hebben dit hebben zij ontdekt, ja, ze zij zijn er zijn nu van de leeftijd dat dat, dat opnieuw op gaat gebeuren. Ja, en er zijn wel meer van dat soort games, hoor. Die, maar ik dacht ik zet er een, de, eentje zet ik in en dat ja dat was terdaan. en die is Lachen. dit jaar uitgekomen, dus dat uh, op nummer vier dus. Ja, de top drie en is spannend erom. Nu wordt het spannend, jongens. Op nummer drie Warzone 2.0. de nieuwe nummer Warzone. Dien. Ja, die heb ik op drie staan, de nieuwe Zit. Warzone. Die heb ik gewoon erin staan. Ja, dat snap en, ik maar. Uh, ik, um, dit heb je het meest gespeeld dit jaar, toch? Nou, hij is relatief recentelijk uitgekomen. Ja, dus uh, ik wel. denk dat ik de eerdere Warzone meer heb gespeeld. Uh, Warzone is ontzettend uh, door de mand gevallen. Uh, uh, 1.0. Uh, 1.0, maar ook gewoon, weet je, dat Caldera Island, die nieuwe map op een gegeven moment, die gewoon ja, niet goed was, niet goed genoeg was, niet zo goed als Verdansk. Nee. Uh, al die bullshit met paarse guns en lichtgevend gele tracer packs en uh, voetballers waar je mee rondrent weet je dat dat soort shit was kut ja uh, dus ik hoopte eigenlijk met Warzone 2 dat dat uh, verleden tijd zou zijn nou je ziet nu al weer de kant waar het op gaat, want die voetballer die is die is er of die kant eigenlijk hier vandaan um, maar toch het, uh, um, het begon weer even lekker serieus ja en ik vind de map de map is kan beter maar kan ook slechter um, het blijft gewoon een ja. ding, weet je. Je kunt Warzone niet. Ik kan het niet zomaar negeren. Het is niet een game die ik eventjes zonder problemen van mijn Xbox af zou gooien, weet je. Dit is gewoon, ja, dit hoort erop gewoon. Dus ja. dat, uh, ja. ja. Voor heel veel mensen denk ik. Ja, ik denk dat het. Ik vind het toch wel tof, uh, ondanks dat het uh, ook onmogelijk is om het echt goed te vinden. Vind ik het wel tof. Ja. Ja, dat is, like fast food. Ja, het is, het is echt serieus. Het is de McDonald's van ja. de videogame, maar het is wel. Ja, is wel goed gewoon. Ja, ik weet het ook niet. Ja, nummer twee. Nummer twee uh, Absoluut Game Pass uh, game. De Ascent. Hm. Een uh, cyberpunk, uh, uh, soort van top-down uh, shooter. Uh, heel heel fucking veel plezier mee gehad. Heb je de uh, review gedaan? Uh, ja, ik denk ja, okay. het wel. Ja, ja, ik denk dat ik die wel heb gedaan. Uh, heel erg veel vibe. Uh, veel sikke shoe veel tactische beslissingen. Wel op een gegeven moment dat ik uh, in de problemen kwam, want ik heb hem gespeeld op de PC en op de Xbox. Op de Xbox was hij vanaf het begin van uh, redelijk goed. Op de PC was hij heel buggy. Uh, en uh, uiteindelijk werd het beter. Um, op een gegeven moment werd hij te moeilijk en toen kwam ik er niet meer door. En toen zag je dat ze dat op een gegeven moment moet je koop spelen om verder te komen. En ik ben gewoon een single-player zelfs in multiplayer games wil ik in mijn eentje ja. spelen. Ik kan ook die teams en squads, het is allemaal leuk en aardig, maar ik wil. Ja, dat alleen maar solo's. Ik ben podcast aan het luisteren, ja. weet je? Terwijl ik dat is voor mij is ding. Ik, heb een, ik steek een dikke snak op. Ik luister een podcast en ik speel een videogame. En dan, en dan is mijn een glaasje me, spa uh, met drie ijsklontjes. Uh, uh, en ja, en of een citroentje. kopje thee en dan is alles soort van. Dus de hele universum is een evenwicht als dus ik dat doe. Ja. En uh, dan heb ik niet iemand die in mijn oor lult en me allemaal <laughs> zijn levensvaal gaat. Dat hoef ik dan niet. Dus ik wil uh, uh, dat had ik met de Ascent ook. Ik hoef hem niet koop cool te spelen. Ik wou hem gewoon singleplayer spelen. Ja. Tenzij ik koop op de bank, maar dat ging dan weer niet zo goed. Misschien dat ze dat nu hebben wel weer ingebouwd, weet ik niet. Maar goed, de Ascent, ik vond het echt fucking vet. Het is een Game Pass game. Uh, volgens mij heeft Microsoft mezelf uitgegeven ook absoluut dikke aanrader. Wat een top, is. Uh, uh, top game. Um, ik geloof wel dat hij inmiddels op alle platformen uit is. Dus check dat gewoon. Echt een aanrader. En de uh, beste game van 2022. De beste game. Ik moet wel eventjes daarbij zeggen: voor mij hoeft een game niet in zijn totaliteit de beste game te zijn. Het moet iets doen wat ik zo goed vind dat ik erdoor. Uh, geobsedeerd raak bijna, dan vind ik een game heel goed. En dat is hierbij het geval. Dat uh, is de game Vampire Survivors. <laughs> ja. uh, ook een uh, Game Pass game. Als je het ziet, denk je van, ben je helemaal gestoord geworden? Nu is Boris met die, ja, met die, die. Met die, met die vaccinaties, oké, dat ik nog in kan, maar dat hij dit op één heeft gestaan, dat is echt fucking gestoord. Uh, ik begrijp dat je dat denkt. Uh, het ziet er niet uit. <laughs> het is echt by far de lelijkste game die ik dit jaar gespeeld heb. Hij is door één iemand gemaakt. Uh, maar deze game is een niet aflatende dopamine rush. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. En uh, het idee is simpel, je levelt je personage. Het is geen deckbuilder, dat zijn misschien de ideeën die je als je die kaarten ziet. Uh, maar je bent, um, uh, die blauwe bolletjes die krijg je als je vijanden doodmaakt. En als die blauwe bolletjes, als je die opvreet... Dan uh, of opzuigt, dan gaat het levelbalkje daarboven, dat gaat vol. En zodra het vol is, mag je uh, uh, een van je wapensets mag je uitbreiden. En het is. Je bent een soort race tegen de klok aan het doen. Het is bijna een soort van tower defense-achtige game. Waarbij je uh, je wapens moet, uh, je defense, je offense. Uh, 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 of je, of je, je kan eigenlijk, je, eigenlijk drie dingen. Je kunt defense bouwen, uh, um, of uh, defensive wapens, of offensive wapens. Dat zijn de drie dingen. En daar ben je een soort uh, 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 evenwicht tussen aan het zoeken. En er komen steeds grotere waves van vijanden. En op een gegeven moment is het echt. Het is insane, je ziet nu, je hele scherm is vol met mayhem. En uh, als je daar dan tussen staat als een soort van demigod, zo, oh, terwijl bijlen en, en lichtstralen uit je reet vliegen en alles, iedereen doodmaakt, dat is zo insane. En um, ja, ik, ik was het aan het spelen en ik, ik had de tip gekregen van iemand van, je moet dat even checken, weet je. En ik ging het checken en ik had toch iets van, wow, what the fuck is dit? Ook met de snaak erbij. Uh, ja, zeker. Ja, 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 want dat is ook je, als je die game speelt, dan uh, als je een, een, een stage killer, zo heet het, de levelsboss, als je die afmaakt, krijg je een soort schatkistje en dan daar zit iets in. Dus dan krijg je een soort animatie, gaat het schatkistje openen, dan komt een soort straal. Dan zie je 1, 2 of 3 of 4, of 5 stralen en dan krijg je een aantal cadeautjes, een paar, een paar upgrades krijg je. En dat is een perfect moment om even je joint erbij te pakken, aan te steken en even flinke hijs Korte te nemen. Korte potjes dus? Nee, het is niet kort, ja. want dan, dan heb je dat gekregen en dan druk je weer van en dan ga je weer verder, weet je. Dat, ja. uh, uh, maar die game, um, ja, absoluut vet. heb ik heel erg uh, uh, mee gelachen. Dus dat, um, ja, tof. Dat was je, je Dat was mijn top 10, uh, 10. ja. Dat was hem. Ja. Heb je nog een Gamekings hoogtepunt dit jaar? Wow. Dus ik van, ah, dit nou, ik, ik heb eigenlijk voornamelijk een gebrek aan Gamekings hoogtepunten. Omdat ik mis heel erg de trips en dat soort dingen. En uh, ik hoop dat dat allemaal weer terug gaat komen. Ik weet het niet. Um, Hoezo niet? Eh... Uh, ja, omdat ik denk dat die industrie aan het veranderen is. Weet je, ik bedoel, ik kan wel hopen dat de E3 terugkomt. Maar ik heb geen reden om aan te nemen dat dat gaat gebeuren. Ik kan hopen dat de Tokyo Game. Kijk, ik ken allemaal mensen die waren naar de Tokyo Game Show dit jaar. Zeiden het is echt abominabel. Mm. Weet je, ik bedoel, niet dat ik het niet tof gevonden had om erheen ja. te gaan. Maar ik weet zeker dat we erheen waren gaan en zoiets hadden van, uh, weet Minder Weet je, dan altijd, ja. ik vind het soms een beetje pijnlijk om steeds getuige te zijn van die stervende industrie. Weet je, het is gewoon. Ja, weet je, ik bedoel je. Natuurlijk zoek je je oma op als die in het uh, bejaardenhuis zit. Maar leuk is het niet. Nee. Weet je, ik bedoel, het is niet. Je, wordt er, je komt er niet beter vandaan of zo, weet je. En dat is een beetje wat ik met die, met die evenementen heb. Dus um, ik hoop dat we meer dingen gaan doen. Zoals de Asia Road Trip in de tijd. Ja, weet je, en, zelf dingen verzinnen. Ja, zelf dingen verzinnen. Ja, ik hoop dat we dat gaan doen en dat het. Uh, maar goed, nog altijd is niet de hele wereld open voor uh, uh, reis en bezoek. Um, en tegen de tijd dat het dat is, misschien dat dan uh, mijn social credit score niet hoog genoeg is om in de vliegtuig <laughs> te stappen. Ik weet het niet. Uh, maar ik kan altijd hopen, dus ik hoop dat het. Uh, ja, heb je zin niet? Je, 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 verwacht je dat je volgend jaar een vette trip gaat doen? Ja, ik denk ja, het wel. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat we zeker wel in Azië gaan. Dat ja. we, of Zuid-Amerika. Ja, Zuid-Amerika moet ook een keer gebeuren. Maar goed, dat. Afrika. Ja, Afrika dat kan game. allemaal. Ja, Afrika kan ook. Ja, misschien de koffiereis naar Afrika. Mumbai. Ja, ja, inderdaad. Ja, India. Mumbai ik zou game heel. Hoog, India staat heel hoog op mijn lijstje, inderdaad. Ja. Dat, uh, ja. dat heb je nog een bericht uh, voor de kijker? Of iets uh, over 2022? Wat je nog niet gezegd hebt en wat je kwijt wilt? Of iets dat je over volgend jaar kwijt wil? Um, ja, heel veel dingen. <laughs> maar ik wil ook niet iedereen lastig vallen met die shit. Weet je, ik heb ook gewoon zoiets van. Als je het interessant vindt uh, uh, om naar mijn gelul te luisteren, check ook vooral uh, Vivo Valentine, de podcast. Ik zat te denken om nog een podcast te gaan doen. Uh, en dat gewoon in mijn eentje te gaan doen. En weer een soort van Bitcoin Tech uh, uh, podcast te gaan doen. Alleen? Alleen, ja, omdat ik die. Weet je wat ik bij podcasts echt kut vind? Dat zijn het regelen van gasten. Dat is ja. echt heel moeilijk. Ja. En het is ook vaak. Je weet niet precies wie je aan tafel hebt en dan het kan duurt het zomaar minder leuk zijn of ja. zonder van de tijd. En dat, ja. Dus ik, ik ben daar een beetje. Ik deed dat met nerd culture in het begin heel erg. En ik vind weet je uh, wat jullie doen met nerd culture vind ik veel toffer. Uh, ik vind ook de bijvoorbeeld uh, trailer trash dat vond ik afgelopen jaar een van de leukste items. Om ja, te Dat vind ik echt heel, heel tof. Uit. Dat is lekker ongenieuwseerd. Uh, maar het is precies dat het is gewoon lachen om ja, stomme shit vaak, weet je. Ja. En dat is gewoon dat is, dat ja dat item werkt als een trein. Echt. Ik denk misschien is dat wel mijn Gamekings hoogtepunt. Dat ja. ik uh, trash heel erg tof. tof. Dus um, ja, dus dat en um, uh, wat wil ik iedereen meegeven? Nou, een heel erg gelukkig nieuwjaar. Um, Pas goed op jezelf. Um, ik denk ook dat het uh, tijd is om weer. Uh, klinkt heel erg corny wat ik nu ga zeggen. Maar om in deze tijden van polarisatie weer gewoon bij elkaar te komen en met z'n allen te lachen om de domme shit die er in de wereld gebeurt. Want het is echt het enige wat je kan doen, is lachen om die shit. En of je nou uh, uh, vindt dat um, ja, alle ongevaccineerden moeten worden opgesloten, of dat je vindt dat uh, alle gevaccineerden uh, zelfmoord gepleegd hebben uh, met uitgesteld effect. Uh, uh, laten we gewoon bij elkaar komen en erom lachen, want dat is in feite het enige wat we echt kunnen doen. En het is ook gewoon leuk. En het is, is ook het gewoon leuks. leuker ja. dan de rest. Bucket. toch? Daarom ja, ja. een mooie uh, afsluiter, thanks. Goed, dankjewel. Ja, gelukkig nieuwjaar, jongens.